En het unicum uit Utrecht, oftewel de allerslimste, Maarten van Rossum. Dank u wel. Dat moet u natuurlijk niet al te serieus nemen. Dat begrijpt u ook wel. Zoals u die hele slimste mens niet al te serieus moet nemen. Het is gewoon een spel. En klaarblijkelijk een spannend spel. Mensen kijken er goed naar. En ik moet toegeven dat de meeste andere quizzen nog een stuk stomzinniger zijn dan de slimste mens. En dat ik er zelf, als ik thuis op de bank zou zitten, niet naar zou kijken. Ook niet naar de slimste mens. Een mens kan zijn tijd beter gebruiken. Zeker als je zo oud bent als ik, begin je te denken hoeveel jaren zijn er nog waarin ik bruikbaar kan functioneren. Er zijn misschien nog een paar jaar dat ik niet meer bruikbaar functioneer, maar dan heb je niet zo verschrikkelijk veel aan. Dus dan ga je niet naar de televisie kijken, wat een van de minst informatieve media is die je 1, 2, 3 kunt verzinnen. Omdat televisie natuurlijk zich concentreert op dingen die niet in essentie geen informatie zijn, zoals daar zijn huilen, emoties, ruzie. Nou ja, de bekende dingetjes waar de televisie gek op is. TV-momentjes, hè, dat is, hoeveel programma's zijn er niet die in feite op emotie draaien. Je moet je ook niet voorstellen dat je in zo'n groepje zit en je moet een nieuw programma verzinnen. En je zegt, jongens, daar moet wel emotie in zitten. En iemand zegt, een gouden idee. Weet je, wat we moeten doen, we moeten op Schiphol gaan staan met mensen die terugkomen uit het buitenland. Die daar misschien zelfs wel een ongeluk hebben gehad. Of die op een brancard binnen worden gereden. Nou joh, dat is huilen van het begin tot het eind met kussen erbij. Nou, ze hebben gejuicht, ze zijn opgestaan, ze hebben die vent gekust die het verzonnen had. Het is ongelooflijk werkelijk. En zo zitten we met het programma Hello Goodbye. Ja, zou u het doen als u komt die pijp uit en daar staat die vent die normaal gesproken van die Mexicaanse liederen zingt. En die vangt u op, zou u dan zeggen, ja, doe maar. Ik niet dus. Ja, ze zeggen, daar heb je niks mee te maken. Het gekke is, ik lees een serieuze krant, de NRC. En die heeft ook een soort weekoverzicht of zo. En daar staat altijd boven, wij leven in onzekere tijden. En ik proefde een klein beetje, wat is de staat van het Westen? Wij leven in onzekere tijden. Het zou kunnen dat het Westen er misschien helemaal niet goed voor staat. En wie staat er dan eigenlijk wel goed voor? En wat zouden we kunnen doen om er beter voor te komen staan? Nou, allemaal dit soort van vragen. Laat ik u allereerst mijn overtuiging mededelen dat wij altijd in onzekere tijden leven. Het is niet zo dat we bijvoorbeeld 30 jaar geleden in hele zekere tijden leefden en dat je nooit ergens over nadacht. En dat er überhaupt in de wereld totaal geen enkel probleem was. Je sliep elke nacht tip-top, je had te veel. Nou, nee, we leven per definitie altijd in onzekere tijden. En dat heeft een hele voor de hand liggende oorzaak, die u zelf trouwens ook wel kunt bedenken. En dat is namelijk dat we niet precies weten wat er volgende week gaat gebeuren. En dat we ook niet precies weten wat er over 2 maanden gaat gebeuren. Laat staan dat we zouden weten wat er over 5 jaar gaat gebeuren. De enige die dat weet, dat is de Nederlandse overheid. U weet dat we in 2030 allemaal van het gas af zullen zijn. Ja, dat is binnenkort is dat over 9 jaar. Wie van u denkt dat we allemaal van het gas af zullen zijn in 2030? Nee, dat gelooft dus niemand hier. Zelfs die mensen waarvan het de vraag is of ze 2030 gaan halen, die geloven het toch. Die geloven het ook niet. En dat geldt voor mij natuurlijk al even zo. Ik geloof er geen reet van. Evenmin geloof ik dat we in 2030 allemaal in elektrische auto's zullen rijden. Dat geloof ik ook niet. Ik geloof ook helemaal niet dat je dan auto's hebt waar je in gaat zitten. En dan zeg je met zo'n sonore stem naar tante Truus. En dan ga je de krant zitten lezen en de auto rijdt geheel op eigen gelegenheid naar tante Truus. Daar geloof ik ook helemaal geen flikker van. Eerlijk gezegd, daar lees je ook allemaal hele deftige stukken over in de krant van artificial intelligence, wat ze daar ook allemaal niet mee gaan doen. Nou, zolang ik niet een eenvoudig apparaat kan kopen, niet waar, wat mij 's ochtends aankleedt en een boterhammetje smeert en een banaantje openmaakt en een kopje thee zet. Als u een robot zou willen hebben die dat prima kan, ook in no time, even snel als u het zelf kunt, dan kost die waarschijnlijk al miljoenen. Het is al heel moeilijk om een robot te maken die laten we zeggen, een juist tastvermogen heeft. Robots knijpen altijd veel te hard. Ik weet niet of u wel eens in zo'n autofabriek bent geweest, waar een groot deel van de productie door robots wordt gedaan. Er zijn ook wel mensen in zo'n fabriek, maar die staan in kooien. En je denkt, waarom zou dat nou toch zijn? Waarom staan die lui in kooien? Wat is dat voor onzin?
hoe komt dat als soms slaan robots op hol? En dan kijken ze niet goed en in plaats dat ze dan een deurtje aan de BMW plakken, niet waar, grijpen ze een van die mensen en die knijpen ze dus fijn. Vandaar, robots zijn eventueel levensgevaarlijk. Ja, dus ik kan u niet onthullen hoe de toekomst zal verlopen. En ik vind het ook eigenlijk een beetje gek dat mensen per se altijd willen weten hoe de toekomst eruit ziet. Dat is ook zo gek als je historicus bent zoals ik, dat je altijd wordt uitgenodigd door allerlei programma's. En dan zou je zeggen, nou ja, waarvoor ja, nodig je een historicus uit om nog eens uit te leggen wat een verdienstelijke figuur Willem Drees was, of wat een oliebol boekkoekoek was, of nou ja, historische dingetjes zou je zeggen. Nee, dan zijn ze in historische dingetjes zijn ze geen bal geïnteresseerd. Ze zijn alleen geïnteresseerd in de vraag of ik denk dat Trump weer gaat winnen. Dat is eigenlijk het ene, waarschijnlijk bent u ook, de helft van u is ook gekomen in de hoop dat ik ga zeggen wat er met Trump gaat gebeuren aanstaande 3 november. En ik kan u nu al reeds voorspellen dat ik dat niet ga doen. Ja, een paar jaar geleden ben ik daar 1.000 euro aan kwijtgeraakt. Ik heb namelijk op de verkiezingsavond nog gewed op Hillary Clinton. Dat was een brutale student en die zei, wat gaat er nou gebeuren als Trump wint? Ik zei, nou, ik weet 100% zeker dat hij niet gaat winnen. En om dat even duidelijk te maken, wed ik eenzijdig met jou voor 1.000 euro dat Hillary gaat winnen. Dus als ze wint, hoef je niks te betalen. En als Trump wint, betaal ik. Ja, zonde van het geld, dat moet je toch zeggen. Gelukkig had ik net 1.000 euro gekregen van de Nederlandse Republikeinse Genootschap, omdat ik gekozen was tot Republikein van het jaar. Ja, dat is een eretitel, hè? Dat zult u toch met me eens zijn. Wie van u is een fanatiek aanhanger van het Oranjehuis? Kijk, dat is zo gek, hè? Dat waar ik ook spreek, daar vind je nooit een fanatieke aanhanger van het Oranjehuis. Of ze zijn natuurlijk bang dat ik dan de rest van de lezing besteed aan het totaal afbranden van die rare familie. Ja. Die stomme prins Bernhard. Een derde rangs Duitse oplichter. Ja, ik maak het even zo erg mogelijk, zodat er iemand misschien gaat protesteren. Ze zeggen nog wel eens, ja, maar ze kunnen niks terugzeggen. Nou, voor dat geld wil ik ook wel een baan waar je niks terug mag zeggen. He? En zo'n Audi met een 12-cilinder motor. En die motorboot waar Joep van het Hek het altijd over heeft. Ik heb hem nooit gezien, maar goed, dat was wel voldoende inleiding, namelijk dames en heren, die nergens op slaat. En dat betekent dat we ons met het Westen moeten bezighouden. Waarbij u natuurlijk, ik weet niet of u er een beetje over na hebt gedacht toen u het aangekondigd zag. Maar heeft u zich afgevraagd, wat is het Westen eigenlijk? Of weet u uit uw hoofd eigenlijk zo'n beetje wel wat het Westen is? Ik zou maar zeggen, hoort Italië tot het Westen? Strikvraagje. Ja, Noord-Italië wel, maar de rest is derde wereld toch eigenlijk. Hè? De derde wereld bestaat gedeeltelijk niet meer, maar Zuid-Italië is in feite toch een functionerend onderdeel van de derde wereld. Dat is zonder meer een feit. Dus dat is een probleem. Wit-Rusland, is dat het Westen of is dat het Oosten? Nou, als je in Minsk woont, is het het Westen. En als je op het platteland woont, of platteland tussen die dennenbomen daar woont, dan is het het Oosten. He? Nederland, oké, dat is het Westen. Die hele term het Westen, dat zou je even moeten weten, dateert eigenlijk uit de Koude Oorlog. Dat is een soort denkrestant van de Koude Oorlog. Want in de Koude Oorlog had je een strijd, zij mijn op leven en dood, al viel dat in de praktijk nogal mee, tussen het Westen en het Oosten. En het Westen, zoals u weet, dat was democratisch en wij vierden de vrijheid. We mochten altijd zeggen wat we wilden. En, nou, het was in alle opzichten was het Westen één groot Denemarken of Nederland of wat u ervan maken wil. En u weet door wie dat geleid werd. Dat werd geleid door de Verenigde Staten. Niet waar? Een van de mooiste en meest fantastische democratieën ter wereld. Althans, ik zie sommigen al bedenkelijk kijken. Wij dachten dat toen. Want ik hoor tot een generatie die in allerlei opzichten het product is van een aanhoudend propagandabombardement. Dat de Verenigde Staten eigenlijk het beste, het mooiste, fijnste land ter wereld waren. Met waar alles in alle denkbare opzichten beter georganiseerd was dan ergens anders. Vandaar dat voor veel West-Europeanen, ook voor mij, als je er dan eindelijk een keer kwam, begin jaren 70... dat je echt stupefait was over de toen al aanzienlijke verwaarlozing van de publieke ruimte
de verroeste bruggen, de halfgare auto's, het niet functionerende overheidsapparaat, een postkantoor wat volledig bemand was door randebielen. Nou, en zo kan ik nog wel even door. Hè. En dan bleek dan, weet je eigenlijk al duidelijk dat er misschien toch iets niet in orde was met de Amerika-propaganda van die jaren. Ja, en wat dacht u van de Latijns-Amerikaanse landen, hoorden die tot het Westen? Waren alle Westerse landen democratisch? Nou, nee. En het is natuurlijk al twijfelachtig of een land als, nou, we hadden toen nog Spanje, dat is natuurlijk nog heel lang een dictatuur geweest, dat hoorde ook tot het Westen. Het was per slotrekening lid van de NATO, misschien zou ik eigenlijk moeten zeggen, het Westen was eigenlijk de NATO. En je had de NATO tegen het Warschau-pact. Gek is, het Warschau-pact is verdwenen, maar de NATO bestaat nog steeds. En nou naderen we al een van de problematische aspecten van de huidige discussie. Laten we zeggen dat het Westen toch was, als we dat in de meest sympathieke wijze analyseren, dan was het Westen de Verenigde Staten, inclusief West-Europa. En alles wat waarvan men zei dat het ook tot het Westen behoorde. Ja, is Nicaragua, hoort dat tot het Westen? Nee, dat kun je eigenlijk niet beweren, toch? Of Honduras of zelfs Mexico, hè, waar ze 40.000 doden per jaar hebben als gevolg van een soort van aanhoudende mini-burgeroorlog tussen de verschillende drugsbendes. Heeft u zich dat wel eens voorgesteld wat dat zou betekenen, dat je 40.000 doden per jaar hebt door simpel intern maatschappelijk geweld? Dat kun je toch totaal niet voorstellen. Hè? Weet u hoeveel doden, hoeveel moorden er per jaar in Nederland zijn? Heeft u daar enig idee van? Wie zijn er, 100? Ja, het zijn voor ongeveer 100. Weet u wat nog veel gekker is? Terwijl onze bevolking groeit, en die groeit behoorlijk, kan ik u wel zeggen, veel meer dan iedereen verwacht had dat die zou groeien. Ik geloof dat we nu eigenlijk 16 miljoen inwoners hebben. We zijn dik op weg naar de 18. En we zitten waarschijnlijk in het volgende decennium met al die elektrische auto's zonder gas, met misschien wel 20 miljoen mensen. Tot schrik van Paul Scheffer, die vindt dat maar niks. Terwijl zijn opa ook een immigrant was. Ja, hoe erg is dat eigenlijk? Ik heb wel eens aan mijn kinderen gevraagd, vinden jullie het niet druk in Nederland? Nu was het totaal niet opgevallen. En als u er even over nadenkt, begrijpt u ook wel waarom. Want zij hadden Nederland niet gekend zoals ik in de tijd dat het minder druk was. Dus dan valt je ook niks op als het in jou, die zijn geboren wordt en opgroeit in een druk land. Wie van u vindt Nederland druk? En dan mogen de mensen van mijn leeftijd de vingers niet opsteken. Wie van de jongeren zegt, nou, ik vind het wel bedrukkend druk. Hè? Ik denk vaak, moet ik niet weg? Hè? Ik vertrek, weet u wel. Mocht u willen vertrekken, bel dan die televisieorganisatie die reisjes organiseert. Ik vertrek. Want dan kunt u gratis naar een oord van bestemming, mits u daar een vervallen boerderij gaat ombouwen tot een Airbnb. Maar u incasseert het geld en dan maakt u ruzie met uw vrouw. En dan houdt u er gewoon mee op. Ja, het zijn ook meestal mensen, dat je er wel eens een stukje van gezien hebt. Het zijn mensen die dus in de Apennijnen in een verlaten dorp een bouwval gaan opbouwen, terwijl ze geen Italiaans spreken. Hè? Dat je ook denkt, God allemachtig, hoe stom kun je worden? Hè? Daar ben je dan toch verbaasd over. Ja, is het druk in Nederland? Wow. Ik las ergens, ik ben al vergeten wat het was, dat... Nou, het leukste is eigenlijk als u even straks, als u thuis bent, in de Wikipedia optypt metropolen. Dat zijn dus grotere stedelijke agglomeraties. En je moet de eerste 22 metropolen door voordat je aan een metropool komt die ongeveer het aantal inwoners heeft van Nederland. Hè? Dus wij zijn zelfs, als we onszelf als metropool zien, dan zijn wij nog pas nummer 23 of zo. En het is wel lollig. Wat denkt u dat nummer 1, metropool nummer 1 is? Tokio, 42 miljoen inwoners. Dat is Greater Tokio. En wat denkt u dat nummer 2 is? Guangzhou. Ik spreek geen Chinees, dus ik geloof dat het Guangzhou heet. Dat is eigenlijk hetzelfde gebied, daar zo'n beetje Hongkong en wat erachter ligt. Dat zit op 40 miljoen of zo.
dan krijg je Shanghai, dat zit op 30. Nou, het is, als je het even het lijstje doorneemt, dan denk je toch, jongen. Feitelijk is Rutte gewoon de baas van een wat grotere gemeente. Hè? Ja, doen we nou zo moeilijk over, maar het stelt natuurlijk geen zaak voor in, op de wereldschaal. Als u dan, als u even de volgende stap doet, kunt u concluderen dat het wel nuttig is dat er een Europese Unie is waarvan wij een onderdeel vormen die wellicht als geheel redelijk kan meekomen op wereldschaal, maar, en daar komen we aan een heel interessant punt. Ik heb dus al gezegd, het Westen, dat doen we even net alsof dat is de Verenigde Staten en West-Europa verenigd in NATO-verband. Voor het gemak, dan weet je zo'n beetje waar we het over hebben. Italië is ook lid van de NATO. Turkije en Griekenland zijn allebei lid van de NATO, dus het zou wel lollig zijn als het ook tot schieten komt. Dat zou ik wel leuk vinden, moet ik u zeggen. Dingen die misgaan, die hebben altijd een zekere charme over zich. Daar heb je ook speciale televisieprogramma's voor. Hè. Er gaat niets boven zo'n bruidspaar wat de eerste dans heeft en dan struikelt over de jurk van mevrouw. Dat is natuurlijk, ja, dan weet je al zeker dat dat huwelijk niks wordt. Vooral niet als hij geïrriteerd reageert. Ik moet er nog één feitje bij noemen. En dat is dat ik net klaar was met het lezen van een boekje. Dat heet Easternization. Kortom, veroostering. Waarvan de centrale hypothese is dat het economische zwaartepunt van de wereld bezig is in een heel hoog tempo te verschuiven naar Oost-Azië. En je hoeft natuurlijk geen genie te zijn om je te beseffen dat dat daadwerkelijk zo is, dat wij daar niets aan kunnen doen, dat je met het probleem zit dat er nou eenmaal 17,5 miljoen, bijna 18 miljoen Nederlanders zijn, zij dat er heel wat immigranten bij zitten, maar dat er 1300 miljoen Chinezen zijn. En niet alleen zijn er 1300 miljoen Chinezen, maar er zijn ook ongeveer 1300 miljoen Indiërs. Want die hebben, anders dan de Chinezen, geen paal en perk gesteld aan de geboorte. En als ik wel geïnformeerd ben, krijgt India er elk jaar de Nederlandse bevolking bij. Moet u zich voorstellen dat elk jaar 17 miljoen mensen die erbij komen. Ja, maar is ook waarschijnlijk, als je er zoveel hebt, merk je er ook niks van. Hè. Dus als net als mensen met 10 kinderen, of zo een 11e komt. Nou ja, ze zijn bij 8 al opgehouden met tellen meestal. Ja. Maar goed, ook India maakt de indruk dat als ze de chaos een beetje op orde krijgen, dat ze in ieder geval een goed draaiend onderwijssysteem hebben en dat ze sowieso al een enorme export van intellectuelen hebben. Misschien gaan die op een goede dag ook weer terug. Dus die kunnen uiteindelijk aan het, in de loop van deze eeuw ook wel meekomen. Dus wij moeten al rekening houden met het feit dat de wereld waarin de meesten van ons groot geworden zijn, en u ook nog wel een beetje, de jongeren, niet waar, de wereld waarin die toch eigenlijk door het Westen gerund werd, anders kun je het niet zeggen, dat die wereld in een hoog tempo ophoudt te bestaan. Wat natuurlijk helemaal niet betekent dat die wereld ook snel zal verarmen of zo. Hè? Want ja, waar is de industriële revolutie begonnen? In Engeland. En waar is de industriële revolutie begonnen? Zo'n beetje in Tyneside. Als u een beetje, ja, velen van de jongeren hebben natuurlijk geen normaal aardrijkskundeonderwijs meer genoten. Ja, zodat u geen idee heeft wat Tyneside is, of wel? Nee, zie je wel, daar heb je het al, heeft geen idee. Dan gaat u van Londen omhoog, zo'n kilometer of 250, en dan naar rechts. En dan ziet u daar, ik ben vergeten hoe die rivier daar heet, maar daar ligt, daar liggen plaatsen en daar waren vroeger veel kolenmijnen. Die zijn allemaal gesloten door Margaret Thatcher. En daar tussen twee van die plaatsjes daar en in Durham, moet u ook, dat is gewoon Durham gespeld, is ooit de eerste stoommachine in bedrijf geraakt. Dus je zou kunnen zeggen, Tyneside was de Silicon Valley van de 18e eeuw. Het gekke van Engeland is toch wel, hoewel ze niet tot bittere armoede zijn vervallen, gaat het niet verschrikkelijk goed in Engeland. En ik heb ook wel eens gedacht, Tyneside hoort tot de armste streken van West-Europa. Het is toch wonderlijk. Dan denk je even 300 jaar verder. En dan vraag je af, hoe zou het zijn met Silicon Valley over 300 jaar? Nou staat heel Californië in de brand. Zoals u wellicht in de krant hebt gelezen, dat zijn niet zomaar een beetje brandjes, maar dat zijn branden. Die gelooft dat er nu al de hele provincie Gelderland verbrand is.
Nou is Californië wel heel groot, dat wel. Maar goed, daar ziet u aan ook hoe relatief voorsprong is. Hoe gemakkelijker je van een toestand van voorsprong in een toestand van achterstand kunt geraken. He, er zijn maar heel weinig landen die het eigenlijk systematisch over de afgelopen 500 jaar goed gedaan hebben. Zou u een land kunnen verzinnen wat het afgelopen 500 jaar, wat eigenlijk 500 jaar geleden het rijkste land ter wereld was, en nu nog steeds tot de top 10 hoort ongeveer? U heeft... Ja, natuurlijk Nederland. Het is een heel chauvinistische vraag. Ja, China is een interessant antwoord op zichzelf. Want China was in 1800 was het de grootste economie ter wereld. Nou ja, we weten allemaal dat is het nu weer. He, dat wil zeggen, met valutaberekeningen zit je daar een beetje scheef. Maar als je kijkt naar koopkrachtpariteiten, zoals dat heet, dan is China al lang de grootste economie ter wereld. En dat zal alleen maar, het verschil zal alleen maar groter worden, aangezien ja, een land als Amerika heeft 340 miljoen inwoners. Dat telt ook lekker door. Maar China heeft er dus zo ontzettend veel in voorraad over wel een heel snel verouderende bevolking. Vergrijzing is in China een gigaprobleem. En vergrijzing is in Japan een nog veel groter probleem. Vooral omdat Japan erin geslaagd is om tegen alle vormen van immigratie tegen te houden. Het is handig als je een eiland bent. Je ligt ver genoeg van de kust af. Dat is weer met Engeland een probleem. Dat de immigranten ook 's nachts met een roeiboot naar Engeland kunnen. Met verschrikkelijke gevolgen. Goed, dus dat is Easternization. Ja, dan vraagt hij natuurlijk, die schrijver heet Rahman. Hoe je dat in het Engels uitspreekt, het is een Engelsman, weet ik niet precies, maar hij heet Rahman. Het is de buitenland commentator van de Financial Times. Een voortreffelijke krant, ik kan het niet anders zeggen. Vraagt u mij niet waarom die op roze papier is gedrukt, maar het is een voortreffelijke krant. Niet dat ik hem elke dag lees, maar het is toch een voortreffelijke krant. Dat is één kant van de zaak. De economische kant. Dat kunnen we niet rechttrekken. Het is niet zo dat we de Chinese groei kunnen stoppen. Of dat we tegen de Indiërs kunnen zeggen, joh, als jullie het nou eens niet deden, dat zou ons echt hartstikke goed uitmaken. He, want dat is ook voor het klimaatomslag is dat ook een hele handige zaak. Want waar moet dat heen? En het is verschrikkelijk. Ik geloof dat ze ook... Ik meen me te herinneren dat ze in China elke week een nieuwe kolencentrale bouwden. Of ze dat nu nog steeds doen, dat weet ik niet precies. Maar dat geeft een beetje aan de schaal van de ontwikkeling. Overigens zie je ook aan China hoe snel zoiets zich kan voltrekken. Want wie van u hier is ongeveer 40 jaar oud? Nou, dat is heel gek. Niemand. Of je bent hier 80. Ja, sorry dat ik dat noem. Wat, 48? 45, ja, dat telt u ook wel een beetje mee. Ja, ik heb dat natuurlijk alleen verzonnen omdat de Chinese ontwikkeling begint in 78, 79. Dus dat is, tel uit je winst, dat is 41, 42 jaar geleden. Dus je kunt van een in alle opzichten extreem arm derde wereldland, waar veel mensen niet veel meer te doen hadden dan ganzenhoeden met zo'n stokje, bij zo'n vervallen poeltje, kun je dus het grootste industrieland ter wereld worden. En we zullen ook nog van China horen als het gaat om wetenschappelijk onderzoek. En nou ja, ik zwijg even over de virussen. Een boeiende materie natuurlijk die we vandaag niet hoeven aan te snijden. De virussen kwamen namelijk 1000 jaar geleden ook al uit China. Daar is helemaal niks nieuws bij. Toen waren er ook al veel Chinezen die leefden samen met hun varkens. En nou ja... Ja, u weet, dan springen virussen over van dieren naar mensen. En daar komt meestal een tijdje ellende van. Het voordeel is weer dat we tenslotte wel degelijk groepsimmuniteit opbouwen. Want u weet waarom grote delen van de Indiaanse bevolking van Noord- en Zuid-Amerika dood zijn gegaan toen Columbus daar aanlandde. Namelijk aan al die virusziekten en bacteriële aandoeningen die waarbij resistent tegen waren geworden in dat enorme Eurasiatische continent. Maar waar ze natuurlijk in Noord- en Zuid-Amerika niet resistent tegen waren. Er gingen hele indianenstammen dood. Aan de griep, heel simpel. Of aan de waterpokken, of nou ja, aan de gekste dingen. Als de Spanjaarden in het Inca-rijk binnentrekken. Ik geloof met 12, nee, hoe was het? Met 2 paarden, 12 donderbussen en misschien 200 man. En het hele rijk in no time onder de voet lopen.
een van de verklaringen is dat het Inca-rijp, niet waar, verwoest was door een griepepidemie. Als u wil weten waar de eerste nederzetting van in Noord-Amerika was, in de huidige Verenigde Staten, in de buurt van Boston, niet waar, dat is dat een verlaten indianendorp. En waarom was het verlaten? Omdat die indianen waren doodgegaan aan een of andere griep. Die al woedde in die land. Dus u ziet dat onze groepsimmuniteit in bredere wereldhistorische zin wel een groot voordeel is geweest. Anders waren we misschien ook wel doodgegaan. Als er hier ontdekkingsreizigers zouden zijn verschenen. Wat misschien... Ja, heeft u ooit gehoord van Huang Ge? Een beetje een rare... Ik weet niet of het mijn juiste uitspraak is. Maar de Chinezen hadden ergens in de 14e eeuw ineens het lollige idee om ook ontdekkingsreizen te organiseren. En dat hebben ze ook gedaan. En ik weet niet, u moet dat maar even opzoeken, hoe dat in elkaar zit. En dat hebben ze gedaan met reusachtige schepen, met waterdichte schotten. Echt. Als je die schepen, het leukste is als op de Wikipedia die schepen in zwart worden gedaan, dan die notendoppen van Columbus, dat die erop geprojecteerd worden. Maar het gekke is, de Chinezen zijn ermee opgehouden. Maar ik stel me altijd voor, stel voor dat ze om de Kaap waren gezeild met die enorme vloot, tienduizenden mensen erop. Het waren een soort jonken, maar dan supergroot. En dat ze in Antwerpen aangekomen waren. Wat zou dat te betekenen hebben gehad? Heel wonderlijk, precies het omgekeerde is gebeurd. De keizer is ermee gestopt. Ze hadden uit Oost-Afrika hadden ze wel een giraf meegenomen. Maar de keizer zei, om dit nou allemaal alleen voor één giraf. En hij vond het ook een beetje een gek beest en zo. Dus hij zei, we stoppen ermee. Dan zie je, dus je kunt het ook stoppen. Dat is ook overigens het interessante van Europa. Waarom zei in Europa de keizer niet, we hadden gezeik en het heb je daar nou aan. Een paar van die eilanden met die indianen, wat zou je ermee moeten? Weet je wel, we stoppen er ook mee. Wat verklaart natuurlijk iets van de enorme dynamiek van Europa. Dat als het ene land het niet doet, dan doet een ander land het wel. Hè? Op een slotverrekening was Columbus was helemaal geen Spanjaard, maar een Genuees. Wij zijn eigenlijk een continent wat voortdurend intern ruzie heeft gemaakt. Maar wat is tegelijkertijd is dat een van de oorzaken van de enorme dynamiek. Als u even doordenkt, dan als Thierry Baudet dit hoort, dus ik zou het wel stil willen houden. Ja, want dan zal die zeggen, die Europese Unie, dat is levensgevaarlijk. Omdat dat onze dynamiek zou kunnen smoren. Hè? Onze interne Europese tegenstelling. Ja, nu nog een stukje politiek. Want ja, u weet ook wel, u zag het al aankomen natuurlijk. Dat het met die NATO eigenlijk vrij droevig is gesteld. En dat een van de hoofdoorzaken daarvan is natuurlijk dat het Warschau-pact niet meer bestaat. En dat je wel zo'n generaal buiten dienst moet zijn. Wil je ons bang maken met Poetin die dan plotseling, ik weet niet wat Poetin dan gaat doen, maar iets verschrikkelijks. En, nou ja, je wordt 's ochtends wakker, je trekt de gordijnen open en er staat Poetin in de straat. Hè? Of een auto met een reclamebord van Poetin erop of zoiets. Dat zit er niet in, dames en heren, dat zit er niet in. Wit-Rusland... Lees je dan in de krant, Europese Unie machteloos in Minsk. Om het ook allitereert een beetje, daar zijn journalisten gek op. Hè? Moet u ook maar eens opletten. Als u ooit journalist wordt, dat u erop let dat alle koppen allitereren. Dat is enorm belangrijk. Ja, heeft u dat ook gelezen, dat wij machteloos zijn in Wit-Rusland? Ja, wat vindt u daarvan? Want het omgekeerde is natuurlijk gesteld dat we dan niet machteloos zouden zijn. Wat zouden we dan precies doen eigenlijk? Zouden we dan met F-16's laag over Minsk vliegen of zo? Niemand heeft op mij uitgelegd wat je zou kunnen doen als je niet machteloos bent. Gegeven het feit dat je niet aanstuurt op een omvangrijk militair conflict. Niet waar in de voormalige grensgebieden van de Sovjet-Unie. Laten we dat even aannemen. Of zegt iemand van, nou, dat zou zo gek nog niet zijn eigenlijk. Hè? Nee, het is onzin om te zeggen, want de EU heeft geen gemeenschappelijke strijdkrachten. U weet, wij werken intensief samen met de Duitsers, wat ook wel voordelen heeft. Wie had ooit gedacht dat we nu voor niks in Duitse tanks mogen rijden, hè, 75 jaar na de bevrijding van de Duitsers?
ja, ook voor mensen van mijn generatie is het gek om in de krant op een goede dag te lezen in de NRC. Het wordt tijd dat Duitsland leiding gaat geven. Dat je denkt, daar was een tijd dat ze leiding gaven, maar toen beviel het ons niet. Ja, lullig, maar het beviel ons hartstikke slecht, die leiding van die Duitsers. En nu wel, en dat, ik moet zeggen, er is natuurlijk een groot verschil tussen keizer Wilhelm en Adolf Hitler en Angela Merkel. Dat veel extremer, denk ik, kan het contrast niet zijn. En als je dan Angela Merkel aanziet komen met die lichte waggel, hè, in zo'n oranje-rood broekpak in Brussel, dan denk je de kans dat ze natuurlijk vanavond de panzerdivisies in beweging zet. Hè. En dat ze in hoog tempo de Grebbelinie onder de voet lopen. Die kans is niet zo verschrikkelijk groot. Nee, zo zie je hoe snel ook dit. Want ja, wat is 75 jaar, dames en heren? Dat is net een modern mensenleven ongeveer in het Westen. Veel meer is het niet. En u ziet hoe de wereld ingrijpend en totaal veranderd is. Dat we nu blij zijn als Merkel leiding geeft. Of de leiding neemt, of iets nuttigs doet. En nog leuker is het natuurlijk als Wopke en Rutte samen al een ideetje hadden van, die stomme Italianen gaan wij een beetje geen geld cadeau doen. Hè? Zou ook heel slecht vallen bij de verkiezingen volgend jaar. Eerst in Nederland een vrij uitgebreide anti-EU-stemming. Waarvan ik in mijn simpelheid nooit begrijp waar we dat er precies aan te danken hebben. Wij verdienen goudgeld aan die Unie. Wist u dat? Dat wordt je nooit uitgelegd door iemand. Dat is zoiets vreemds dat nooit wordt uitgelegd. Want u weet hoe het zit met de euro. De euro is, maar wat is vandaag de euro waard tegenover de dollar? 1,10. Wat? Hij is fors gestegen. Ja, precies. Hij is fors gestegen de afgelopen maand. Het is nu 1,10 of 1,11. Daar wil ik nou vanaf zijn. Maar u weet nog dat in de eurocrisis was er sprake dat we een euro voor de zuidelijke landen hebben. De zogenaamde kneusjes. En een euro voor de sterke noordelijke landen. Die de boel op orde hebben, die een kasboekje ook steeds zwart afslijten enzovoort. En niemand vroeg zich af, stel voordat we dat doen, wat zou die noordelijke euro, de zogenaamde euro, wat zou die waard zijn op de valutamarkten? Als je even de kneusjes wegdenkt, Portugal, Spanje, Griekenland, Italië, nou, u weet allemaal wie het zijn, die volgens Nederlanders allemaal de hele dag in de zon zitten, alcoholische dranken drinken en lichtzinnige liederen zingen en dames in de billen knijpen. En terwijl wij hier keihard werken om de boel boven water te houden. Hè? Och, jongen. We sloven wat af voor die luie. Ja, werken Grieken minder hard dan wij? Helemaal niet. Alleen het is een hele inefficiënte economie. Dus ze werken wel hard, maar het produceert weinig. Dat is het sterke punt van Nederland. We hebben een hele moderne economie. Dus ook als we niet al te hard werken, produceren we toch veel. Een kwestie van organisatie. Dan moet ik zeggen dat bij vrijwel alle organisaties waar ik in mijn leven bij betrokken ben geweest, ik niet de indruk had dat het ook enigszins redelijk functioneerde. Ik denk hierbij aan het Nederlandse leger. Ik heb 5 maanden gediend in opleiding voor tankcommandant. Nog steeds jammer vind ik het dat de Derde Wereldoorlog niet uit is gebroken. Zodat ik in zo'n reusachtig monster in de Noord-Duitse laagvlakte niet waar de Russen aan zou. Nou. En vervolgens ben ik bij een universiteit gaan werken. Hè. U weet ook een organisatie waarbij de verspilling hoog in het vaandel staat geschreven. Hè. Als ik zou optellen wat ik in mijn leven gedaan heb aan vergaderen over niets, of over dingen waar we jaren over vergaderd hebben die niet doorgingen. Het Instituut voor Geschiedenis in Utrecht ging samen. Sorry dat ik even afdwaal. Dit kan mij nog steeds emotioneren. Het Instituut voor Geschiedenis in de bezuinigingstijd, eerste helft jaren 80. Nou, de oudjes herinneren het zich nog wel. Ging samenwerken, gedwongen door het ministerie met het Instituut voor Geschiedenis in Amsterdam. Dus ja, u begrijpt, er werden onderhandelingen geopend, wie moest eruit en wie niet, en wat werd samengevoegd en wat niet. En, nou goed, we hebben tot 85 zitten lullen en toen kregen we een brief dat niet doorging. Dat is tot hoeven. Ja, eerst had ik een chef, sorry nog eventjes,
Ja, ik zou na een uur onderbroken worden, maar dan tellen we 5 minuten bij op. Eerst had ik een chef die wij, onze afdelingsvergadering begon vrijdag om 4 uur 's middags. Een geniale vondst, want om 5 uur wil iedereen naar huis. Ja, de Nederlander die gaat niet na 5 uur vrijdags iets zitten doen, dat is uitgesloten. U weet, in het weekend hebben we ook geen nieuws, of althans veel minder dan normaal. Als de derde wereldoorlog uitbreekt, horen we dat in Nederland meestal pas op maandagochtend. Ja, heel raar, maar zo zit het in elkaar. Ja, en toen kreeg ik een nieuwe chef. Moet je ook altijd enorm mee uitkijken met een nieuwe chef. En die begon vrijdag om 10 uur te vergaderen. En u mag raden tot hoe lang we dan vergaderden vrijdag. Tot 5 uur. He, ja, zodat ik al heel snel, ik was op leeftijd toen al, heb gezegd dat ik op vrijdag altijd, ja, fysiek zo zwak was dat ik daar gewoon helemaal niet aan kon. Dus jammer genoeg dat ze mij schriftelijk konden informeren over de besluiten die genomen waren. Er werd nooit iets besloten, dus je werd ook niet schriftelijk geïnformeerd. Maar iedereen had zijn zegje weer gedaan. Hè? Want daar zijn wij Nederlanders meesters in. Eigenlijk bestaat een heel groot deel bestaat uit ongehoord Nederland. Mensen die vinden dat hun zegje niet voldoende gedaan is. Oké, terug naar de NATO. Met de NATO is het somber gesteld. En dat heeft meerdere lange termijn oorzaken. Namelijk, de hoofdoorzaak is natuurlijk dat de tegenstander verdwenen is. De Sovjet-Unie is er niet meer. En nou ja, dat was een heel jarenlange, eigenlijk heel stabiele ordening geweest van de wereldpolitiek. Je had Oost en je had West. Wat is de staat van het Westen? Nou, eigenlijk hartstikke goed, want het Oosten is verdwenen. U zult zeggen, ja, Rusland, gevaarlijk, en die Poetin. Nou. Maar kijkt u nou toch eens op een kaartje van, laten we zeggen, het ene laatste jaar van de Koude Oorlog. Dus u kijkt op een kaartje van 1988. Misschien heeft uw vader of grootvader nog zo'n oude agenda liggen. Vroeger had je agenda's die dus niet op de telefoon zaten, maar en die begonnen allemaal met een lijstje van de feestdagen. En dan kreeg je kaartjes. Waar daar goed voor was om in je agenda ook een kaartje van China te hebben, heb ik nooit begrepen, maar het was wel compleet allemaal, dat wel. Ja, dan zult u zien dat wat was het uiterste westelijke punt van waar het Rode Leger paraat was. Ja, midden in Duitsland. Hè? Kijk nog even voor het gemak. Misschien heeft u toch nog een oud atlasje liggen waar de grens van de DDR lag. De DDR was toch ongeveer 1/3 van wat het huidige Duitsland is. Vandaar dat Thatcher zo zenuwachtig werd toen de DDR bij West-Duitsland werd gevoegd. Want toen zei ze, ja, het is niet altijd netjes. Misschien is het ook in Tilburg, mag ik dat niet zeggen, godverdomme. We hebben ze 2 keer verpletterend verslagen. En nu zijn ze weer de baas in Europa. Ze zag erbij wel hangen natuurlijk, want die Duitsers gingen niet waar van, nou ja, wat is het, 16 miljoen DDR-burgers. Dus trekt iedereen even af. Van 64 miljoen gingen ze plotseling naar 80 miljoen. Waarmee ze natuurlijk verreweg de grootste Europese natie waren. Aangezien ze ook productietechnisch van want te weten in Duitsland. Ja, zag zij het toch als een bedreiging. En u ziet dat ook binnen het Westen allerlei tegenstellingen bestaan die machtspolitieke achtergronden hebben. Want ook Engeland, zoals u weet, is lid van de NATO. En Duitsland was natuurlijk ook lid van de NATO. We waren allemaal lid van de NATO. En gek genoeg zijn we nog steeds allemaal lid van de NATO. Maar ja, zonder tegenstander heeft die NATO natuurlijk aanzienlijk minder overtuigingskracht. En zodoende hebben alle West-Europese NATO-leden met partiële uitzondering van Frankrijk en Engeland, die natuurlijk nog steeds, nou ja, zelf het gevoel hebben dat ze nog een speciale status in de wereld hebben, wat eigenlijk volstrekte onzin is. Maar denkt u aan de Veiligheidsraad en wie daarin zitten, en dan weet u dat Frankrijk en Engeland allebei permanente leden van de Veiligheidsraad zijn. Terwijl bijvoorbeeld India dat niet is. En bijvoorbeeld Brazilië het ook niet is. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Een hele reeks van nieuwe, ambitieuze naties. Easternization, denkt u er even aan terug. China zit er toevallig wel in.
Maar dat kwam alleen omdat nationalistisch China erin zat in de tijd. En die hebben geswitcht. Engeland en Frankrijk hebben nog steeds ambities. Als u een goede krantenlezer bent, heeft u ook recent gelezen over Macron's ambities in West-Afrika. Dat je denkt, joh, Macron, besteed je geld nou toch iets verstandiger. Hè? Je kunt veel beter goedkoop dan een paar motortorpedoboten kopen om die vluchtelingen te torpederen. Hè, dan om te proberen ze in de woestijn van Mali tegen te houden. Ja, daar zijn wij ook tijdelijk geweest, zoals u weet, maar dat is toen geen succes geworden. Ik weet niet, wat hadden we ook weer? Bedorven handgranaten of zo. Zoiets was het. Zoals gewoonlijk was er uitgebreid tegen gewaarschuwd. En had het ministerie van Defensie zich er niets van aangetrokken. Ja, dat is een weinig flexibel georganiseerde organisatie. Ja, het is eigenlijk net de universiteit. Ja, de universiteit is in zoverre interessant dat het werk wat ik deed toen ik heel jong was en daar werd aangenomen, 27, dat was precies hetzelfde werk wat ik deed toen ik daar vertrok, toen ik 65 was geworden. Maar als u de geschiedenis van de universiteit zou bekijken, dan zou u denken dat er in die jaren dat ik daar dus gezeten heb, nou wat is het, ik kan zo gauw dat niet bij elkaar optellen, maar bijna 40 jaar, dan ziet u een enorme beweging van nieuwe ideeën, andere doctrines, opmerkelijke opvattingen, andere hulpmiddelen. Je kunt het zo gek niet verzinnen, andere indeling van de afdelingen. En die hebben allemaal dus op het laagste niveau van het onderwijs, namelijk daar waar je een docent hebt en studenten, heeft het nooit enig verschil gemaakt. Bij de docenten was het nog steeds dat je goede en slechte had. En bij de studenten had je gewoon traditioneel de situatie dat de ene helft geen zaak uitvoerde en de andere redelijk ijverig was. Nou ja, het is een beetje schetsmatig ingedeeld, maar daar komt het eigenlijk in vrij grote trekken op neer. Je begrijpt dat het klinkt een beetje kwetsend, maar dat is ook wel de bedoeling. Ja, ik ben nooit onder de indruk geweest van de modale student, moet ik u bekennen. En zeker niet van de modale jongensstudent. Hè? Want er wordt nu ach en wee, wordt er geroepen in de wereld, niet alleen in Nederland, dat vrouwen het natuurlijk in het academisch onderwijs zoveel beter doen dan mannen. In zoveel hogere percentages afstuderen. Niet waar? Ja, dat heeft een heel voor de hand liggende oorzaak. Namelijk dat jongens gewoon, althans gedeeltelijk chaoten zijn, die zich niet aan hun afspraken houden, onleesbare handschriften hebben, te laat komen op college, zich verslapen. Nou ja, zo kunnen we nog wel een lijstje opstellen, terwijl meisjes altijd heel plichtsgetrouw zijn en bovendien leesbare handschriften hebben. Al zijn er wel vrij veel meisjes die met groene inkt schrijven. Ja, dat heb ik nooit begrepen. Ik moet daar nog eens een onderzoekje naar doen. Wat brengt mensen ertoe om met groene inkt te schrijven? Is er iemand hier die mij kan uitleggen waarom meisjes met groene inkt schrijven? Ze hebben ook altijd van die lieve handschrift, die je ziet, die keurige handschrift, die jongens, dat met die tentamens. U heeft geen idee. Soms hield ik ze op de kop en dan dacht ik, oh, dat is het. Daar nou begrijp ik wat het over gaat. Ja, scattershot tentamens noemde ik dat altijd. Mensen die gewoon alles opschrijven wat ze weten. Kan niet verdomme. Vraag gaat over Napoleon, maar Hitler staat er ook bij, Mark Rutte, de hele boel, alles staat erbij. Hoe staat het met de NATO? Na het eind van de Koude Oorlog hebben eigenlijk vrijwel alle westerse landen, ik zei het u al, afgezien van Frankrijk en Engeland, althans West-Europese landen, hebben fors bezuinigd op hun militaire uitgaven. Wij hadden meestal wel in de Koude Oorlog zo'n 3-4% van bruto product. Helemaal aan het begin van het Koude Oorlogstijdperk zelfs nog wel meer dan dat. Drees vond het zonde van het geld, maar begreep wel dat hij niet kon zeggen, ja, daar gaan wij niet aan beginnen, zonde van de centen en zo. Je moest mee met de waan van de dag. En de waan van de dag was dat Rusland op het punt stond om ons aan te vallen. Niet waar, omdat Rusland eigenlijk net zoiets was als Hitler-Duitsland. Wat het helemaal niet was. Stalin was een boef, van het formaat van Adolf Hitler. Maar je hebt heel verschillende soorten van boeven. Je hebt namelijk boeven, dat zijn gokkers. Die maar wat doen.
En je hebt boeven die heel voorzichtig zijn en wel weten dat ze niet al te gekke dingen moeten doen. En dat laatste was Stalin. Hij deed in zijn eigen land gekke dingen, maar daarbuiten... Ik ben er zelf van overtuigd dat de Russen op geen enkel moment na 1945 van plan zijn geweest om West-Europa onder de voet te lopen. Je zou zelfs kunnen beargumenteren natuurlijk dat een soort van proces van corrosie op gang zou hebben gebracht, omdat de Russen zelfs over het in elkaar geschoten Berlijn, daar waren ze nog jaloers op de materiële welstand die ze daar te zien kregen, die soldaten van het Rode Leger. Maar ja, we hadden onszelf wijsgemaakt, het was nou eenmaal zo, en dus hebben wij in feite tot 1989, tot de tonde bewapend, niet waar, hebben wij gewacht op een Russische aanval die nooit is gekomen. Al moet ik zeggen dat in de loop der tijden iedereen wel dacht, het gaat toch niet gebeuren. Je zou zeggen, dan kun je ook al wel wat minderen met militaire uitgaven, maar dat was toen niet in de mode. Of je kunt wat minderen met nucleaire wapens, want u weet, de grootste vorm van waanzin van dit tijdperk van het Westen was dat we tenslotte samen met de Sovjet-Unie 60.000 nucleaire wapens hebben gebouwd. Wat nog een hele klus is, kan ik u verzekeren, al kunnen we niet in de technische details treden. En ook dat is heel sterk verminderd. Er zijn er nog wel enkele tienduizenden, maar die idiote overkill die we gebouwd hadden, gemaakt hadden, die bestaat godzijdank niet meer. Ja, u weet dat er op Volkel, is dat niet ergens in Brabant, Volkel? Ja, Brabant is een broedplaats van ellende. Hè. Het is ongelooflijk werkelijk. Als je denkt, waar zouden die bommen zijn in Nederland? Nou, Brabant. Ik wil wedden dat ze daar in een paar lege hangars ook nog lekkere methamfetamine banken. Hè? Zou het niet? Zou mij niet verbazen. Want ik begreep laatst dat in een schuur van een CDA-raadslid, daar was een uitgebreide fabriek van verdovende middelen. Het leuke was dat hij niets gemerkt had. Hij had niets gemerkt. Ja. Was elke dag maar reden de grote vrachtauto's voor, maar niets gemerkt. Helemaal, kijk, het heb je met die CDA'ers, ze kijken altijd precies de verkeerde kant op. En niet voor niks hier met Forum voor Democratie. Nou, wat een lullig opportunisme. Hè. En dan ook nog claimen dat je geïnspireerd bent door de Heere Jezus. Dat vind ik dan, laat dat dan in godsnaam weg. Hè. Zeg dan dat je gewoon weer dezelfde... Nou, laat ik me daar niet over opwinden. Maar het is wel ongelooflijk. Dus wij hebben allemaal dik bezuinigd. Er was natuurlijk één NATO-lid wat veel minder bezuinigd heeft. Ook wel bezuinigd en fors bezuinigd, maar dan toch nog een megabedrag had overgehouden. Al was het maar omdat dat land ook een immens grote economie had en heeft. Namelijk de leider van de NATO. Eigenlijk de oprichter, de garandeerder van de vrijheid die de NATO dan zou hebben gecreëerd. En dat waren natuurlijk de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten zijn eigenlijk al 10, 15 jaar geleden begonnen met te zeggen, zeg, het wordt wel tijd dat jullie een beetje mee gaan betalen. Hè, moet je kijken wat wij betalen. Hè, ruim 4% van bruto product, dan reken wij even uit hoe groot het Amerikaanse bruto product is. Dus dat is een aanzienlijke som geld. En overigens besteden wij, als we alle Europese landen bij elkaar optellen, ook een heel redelijk bedrag aan defensieuitgaven. Zeker als we Frankrijk en Engeland meetellen. Maar ja, u begrijpt dat de coördinatie van dat apparaat, ze hebben allemaal verschillende vliegtuigen, andere tanks, andere kogels, andere geweren. Kortom, er is van een coördinatie is feitelijk geen sprake. Het zou wel komisch zijn als het een keer toch tot oorlog kwam en kijken hoe het afloopt. Hè. Ik heb me daar wel eens zorgen over gemaakt, maar toen las ik een boek over het Russische leger. En ik kan u verzekeren, dat is nog een stuk erger dan dan de NATO in West-Europa. Daar functioneert het zo slecht dat als de boel geïnspecteerd wordt, dat ze speciale bussen met groene verf hebben, waarmee het totaal verdorde gras bij de kazernes groen geverfd wordt. Dan weet je al dat er veel mis is. Hè. Ja, en eigenlijk komt het er een grote trek op neer dat ik zie weer even af van Frankrijk en Engeland en hun wonderlijke, naar mijn idee, totaal irreële militaire en diplomatieke ambities.
Het zijn natuurlijk gewoon tweederangslanden. Ja, sorry dat ik het zeggen moet, maar de meeste van u zijn natuurlijk wel eens in Londen geweest en daardoor denkt u dat Engeland nog wel wat voorstelt. Maar je moet zich beseffen dat in Londen ongeveer 30% van het totale bruto product van Engeland verdiend wordt. Dus dat betekent dat de hele rest die daarboven zit, dat het daar niet glorieus mee gaat. Denk weer aan wat ik u vertelde over Tyneside. En ja, die Fransen. Het gerucht gaat dat er ooit een Franse minister van Buitenlandse Zaken was benoemd, die natuurlijk aan de Quai d'Orsay het personeel moest toespreken. Daar is het ministerie gevestigd, het personeel moest toespreken. En dat hij toen vertelde dat het al enige tijd zo was dat de Verenigde Staten veel machtiger waren dan Frankrijk. He, waarbij vrijwel iedereen wenend naar kantoor vertrokken is. Dat is dan zo'n verschrikkelijke schok geweest. Dat is... Oei. Wat dat betreft is het een zegen dat wij ons grootste tijdperk uit onze geschiedenis zo ver achter ons hebben liggen dat we ons daar eigenlijk daar nooit op beroepen. We roepen ons niet op de Gouden Eeuw, toch? Ja, behalve Balkenende in zijn doodsnood. Maar goed, ja, dat was elke al. Zeker de eerste algemene beschouwingen had Balkenende het zwaar. Herinnert u zich niet dat Piet Hein Donner zo links onder hem zat? Ja, dat is kennelijk bij de meeste mensen toch niet sterk doorgedrongen. Ja, en toen had hij het over de VOC-mentaliteit, weet u het nog? Een inderdaad licht ongelukkig gekozen voorbeeld. Waarom hij niet de moedernegotie heeft genomen, hè? Onze handel op de Oostzee, die veel omvangrijker was, waar veel meer aan verdiend werd dan aan de koloniale handel, maar wist Balkenende veel. Hoewel, hij heeft geschiedenis gestudeerd. Weet u dat? Wist u dat Rutte geschiedenis had gestudeerd? Oh, dat wist u wel. En weet u ook wie ook geschiedenis had gestudeerd? Maxime Verhagen. En omdat je nog wel eens las dat als je kennis van het verleden had, dan had je ook een beter inzicht in heden en toekomst. En toen zag ik Maxime Verhagen staan en naast Rutte bij het begin van Rutte 1, weet u nog? Het kabinet waarbij rechts-Nederland zijn vingers zou aflikken. En toen dacht ik, dat is nou het offer wat mij moet brengen aan de Leidse opleiding in de geschiedenis. He? Ja, ik heb toen nog bepleit om een regeringsonderzoek in te stellen naar de Leidse geschiedenisopleiding. Ja, u zal u niet verbazen dat Thierry Baudet ook in Leiden is opgeleid. Alleen een nog veel vager vak dan geschiedenis. Ik ben nou even vergeten wat het is, maar... Ik bedoel, nou ja, laat ik niet roddelen. Hè? Ik vond het ook raar dat het Willem-Alexander in Leiden ging studeren in plaats van in Utrecht. Het zal ook wel een of andere wonderlijke oorzaak hebben gehad. Ja, dus de Amerikanen zijn al heel lang verontwaardigd over het feit dat wij niet bijdragen aan de NATO. Naar rato van. Toen hebben wij beloofd in een onbewaakt moment, stom natuurlijk, dat we 2% zouden gaan betalen. De vraag is natuurlijk, zouden wij dat moeten doen? En wat betekenen die 2% precies? Waarom is het trouwens 2% en niet 3% of 1%? U hebt toch de indruk dat dit getal een beetje uit de lucht gegrepen is en dat niemand precies weet waarom het 2% zou moeten zijn. Bovendien, waarom zouden wij zoveel moeten betalen alleen omdat de Amerikanen dat vinden? Want ten aanzien van de Amerikanen kun je steeds beargumenteren dat zij menen, niet dat er veel van terechtkomt, maar dat zij menen, en zeker ook meenden, dat zij een mondiale verantwoordelijkheid hadden. Een mondiale militaire verantwoordelijkheid. U weet dat ze hebben van die super-escaders rond van die reuze vliegkampschepen. Ik geloof een stuk of 6, 7 van die groepen hebben ze. En die varen in alle oceanen om daar orde op zaken te stellen. Ja, dat zal nog interessant worden. Daar moeten we het zo even over hebben. Ook in verband met Easternization. Niet waar, hoe gaat dat als de militaire en geografische ambities van China beginnen te groeien naar rato van de economische macht die het land heeft opgebouwd? Dat is nog wel een interessant vraagstuk. Dus ja, ik zou zeggen, wij kunnen toch best tegen de Amerikanen zeggen, ja, wacht eens even, jullie geven geld uit voor mondiale militaire verantwoordelijkheden. Die hebben wij helemaal niet. Wij hebben verantwoordelijkheden, die zijn zelfs gedefinieerd in het verdrag wat we ooit gesloten hebben in 1949,
niet waar dat onze verantwoordelijkheden veiligheidstechnisch van beperkte Europese aard zijn. Daar gaat het om. En de vraag is, hoe groot is de militaire dreiging in Europa? Nou, daar kunnen we over discussiëren. Wie vindt, mag uw vinger opsteken, dat de militaire dreiging in Europa aanzienlijk is? Nee, nee. Ik zie wel, ja, er zijn natuurlijk ook mensen die denken, dat is wel zo, maar ik laat me niet afdrogen door die zeurpiet. Ja, dat is altijd de vraag van bij dit soort van vraagstellingen. Ik ga u natuurlijk ook niet vragen, wie zou nog een Zwarte Piet willen verdedigen? He? Ik zag een leuk krantenbericht, dat een zwarte jongen die Zwarte Piet kleren aan had, dat hij toch desondanks van Facebook verwijderd was, omdat Facebook wil geen Zwarte Pieten meer. Maar deze jongen was dus niet geschminkt, die was zwart geboren. Dat vond ik wel vrij geestig eigenlijk. He? Ja, en hij zei het, ik begrijp wat hij zei, dat is toch wel heel erg racisme. Hè? Nou, ja, sowieso een ontzettend komische discussie natuurlijk. Maar goed, daar moet ik ook niet intreden vanavond, het is levensgevaarlijk. Ja, dus ik heb nooit goed begrepen, ik ben best bereid 2% te betalen. Niet overigens dat het mij gevraagd is of dat ik er iets over te vertellen heb. Maar zou ik eens mogen weten waar we die 2% dan precies aan gaan besteden? En zou ik ook eens mogen weten, dat lees je nooit in de krant, wat dan onze specifieke militaire taken zouden kunnen zijn. Is dat bijvoorbeeld toch de mogelijkheid dat Poetin het volkomen krankzinnig wordt en besluit om West-Europa aan te vallen? Want wat Poetin doet, dat weet u ook wel, Poetin opereert in feite en eigenlijk voorzichtiger dan misschien zou moeten, maar goed, dat is een kwestie. Poetin opereert in de voormalige strategische ruimte die door de Sovjet-Unie werd ingenomen. En ik stelde u daar straks de vraag, waar stond het Rode Leger? Midden in Duitsland. Midden in Duitsland stond het. U moet eens naar Berlijn rijden met de auto. Dan heeft u die grote grenspost. Die hebben ze helemaal intact gelaten. Wie is wel eens met de auto naar Berlijn geweest? Ah, nou. Oh, toen al. Toen werd u nog door die grenspost heen gegaan. Ja. 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 Ja, maar goed, dat is nu verlaten allemaal. Ik hoop dat ze het intact laten en dat het een soort museum wordt. Hè. Ik heb ook een plan ingediend bij de United Nations om Noord-Korea wel voedsel te leveren. Hè, want dat kunnen ze zelf niet in voldoende mate produceren om geheimzinnige redenen. Maar dat ze dat halfgare regime wel intact laten als voorbeeld hoe het kan ontsporen. Omdat ik ook die nieuwslezeres daar, dat is van een zo uniek karakter. Dat mag niet verloren gaan. Dat is dat zou op de UNESCO-erfgoedlijst moeten eigenlijk. Hè? Hoe het communisme. Het is toch leerzamer dan dat, kun je het niet voorstellen. Want dat is natuurlijk een fantastisch historisch experiment. Heeft u zich dat nooit gerealiseerd? De DDR en West-Duitsland. Hè? Noord-Korea en Zuid-Korea. Moet je weten, Noord-Korea was het rijke stuk van Korea, het geïndustrialiseerde stuk. Zuid-Korea was straat en straat arm. Daar bemesten ze de velden met hun eigen stront. Ik bedoel, dat was echt, daar rook het ook naar, heb ik begrepen. En u weet hoe het nu gesteld is. In Noord-Korea kunnen ze de bevolking niet eens voeden. Nog afgezien van het een aanzienlijk deel in concentratiekampen zit. En Zuid-Korea is een van de meest succesvolle industriële exporteurs ter wereld. Sterker nog, thuis heb ik een Samsung wasmachine. Waarvoor mijn vrouw mij helemaal geen toestemming heeft gevraagd. Hè. Hartstikke leuk ding, wist u dat? Als die klaar is, speelt hij een muziekje. Heeft u ook zo'n ding thuis? Ik stond mijn tanden te poetsen. En ik hoorde, ja, wat is dat nou? Stukje Schubert, dacht ik. Hè? Heel subtiel uitgevoerd. Pingel, de pongel, de pingel. Was de wasmachine. Dat was er nog maar, dat ontbrak er nog maar aan dat hij in het Koreaans zei van, ik ben klaar met wassen. Zoiets. En ik heb ook een Samsung televisietoestel. Eigenlijk is dit in een nutshell de Easternization van de wereld. Al denk ik dat deze rommel ergens in Oost-Europa geassembleerd is, maar toch, er staat Samsung op. En u weet, de directeur van Samsung zit in het cachot. Ja, ze zijn daar heel principieel. Waar was ik met mijn betoog? Ja, moeten wij
Maar waar gaan we die 2% precies aan besteden? Mag ik eens uit, mag de minister van Defensie, misschien kunnen ze ook die sorry dat ik dit zeggen moet, maar misschien kunnen ze die randebiel die er nu zit opdoeken. Hè? Daar moet toch iets beters voor te verzinnen zijn. Maak het desnoods omzicht. Hè? Dat zou nog wel leuk zijn. Die werkt hard en die kan lezen. Hè? Maar die mevrouw is echt van een treurigheid. Dat je achter denkt van, dat als ze in een oude vandaaghuis gaat werken, dan wordt ze zelf in nota bij de Alzheimer patiënten ingezet. Of vindt u dat niet? Sympathieke vrouw. Nee, waardeloze rommel. Anke Bijleveld, hè? Heb ik het goed? Juist. Ja. Ook dat bombarderen. Wilt u dat ik nog even afzwaai van mijn betoog? Ja, u weet, wij hebben meegebombardeerd in acties door de Amerikanen georganiseerd tegen ISIS. U moet erbij weten, ISIS is grotendeels het gevolg van de Amerikaanse interventie in Irak. Maar goed, dit tussen haakjes is erg ironisch allemaal. En wij vonden dat we ook mee moesten bombarderen. Maar nu vindt de Tweede Kamer, ja, wij mogen wel mee bombarderen, maar er mogen geen burgerslachtoffers vallen. Dus ik heb nog gedacht, uit eigen portemonnee, er staat een prachtig boek over het bombarderen in de Tweede Wereldoorlog en wat precies daarvan de gevolgen waren en hoe dat allemaal ging. En dat stuur ik dan aan elk Tweede Kamerlid. Zo van, hartelijk dank voor uw motie, geen burgersla. Je gaat wel mee bombarderen, maar zonder burger. Alleen Nederland kan op het idee komen dat je omvangrijk en effectief kunt bombarderen zonder burgerslachtoffers. Dat is... Of wordt u, daar kan ik me nou enorm over opwinden, over dit soort van onzin. En dan die onzinmoties in die Kamer daarover. Hè? Ga dan niet bombarderen, vind ik best. Ben ook prima deluxe. Hè? Maar als je toch gaat bombarderen, wees dan ook op de hoogte van de consequenties van bombarderen. Maar dat is men eigenlijk niet. Dus waar gaan we die 2% voor gebruiken? Dat wordt nooit uitgelegd. Ik zou zeggen, misschien kun je het geld veel beter steken, niet in nieuwe munitie. Want u weet, er kwamen allerlei huilerige militairen op het tv-scherm. En die zeiden, ja, bij oefeningen moeten we pief, paf, poef roepen. Persoonlijk vond ik het een uitstekend idee. Doe je nog iets nuttigs, pief, paf, poef roepen. Misschien zouden we beter Russische hackers kunnen bestrijden. Dus het geld kunnen steken in lui die verstand van computers hebben. Mogelijkheid 1. Mogelijkheid 2, misschien zouden we het geld kunnen steken in een door de EU op te richten grenspolitie. Die is er wel, maar die heeft geen geld omdat niemand is bereid om er geld in te steken. Nou, dit wordt dus niet verklaard. En nu hebben we een Amerikaanse president. U zult opgelucht ademhalen. Eindelijk waar we zijn moeten. Donald Trump. En Trump heeft eigenlijk al sinds die politiek... Dat petje is hartstikke warm, zeg. Jezus, naartoe. Ja, nou begrijp ik waarom die Trump niet denken kan. Ja, die heeft ook altijd zo'n petje op, toch? Ja, make America great again. Hè? Eigenlijk is het make America even more stupid than it already was. Dat is eigenlijk een betere slogan voor de Amerikaanse president. Ja, jongen. Trump heeft altijd gezegd, jongens, luister nou eens even. Dat wij de wereld beschermen, dat is allemaal tot daar en toe. Maar het moet wel een winstgevende business kunnen zijn. We moeten niet hebben dat we verlies maken op handelsakkoorden. Dat die stomme EU, waar wij notabene bij betrokken zijn geweest, in feite onze grootste economische vijand is. En van die NATO, dat moet die Europeanen moeten flink meebetalen. Sterker nog, hij vond, het moest de Amerikaanse buitenlandse politiek moest een nice profit laten zien. Dat was zijn ideaal. Hij is er nog op gewezen dat er misschien wel profit was, maar dat dat er niet zo uitzag als die oplichterij die hij had georganiseerd en waarmee je geld kon verdienen. Maar dat het misschien in veel bredere zin een positieve... dat was natuurlijk aan hem allemaal niet besteed. En zo heeft hij mij meerdere malen in de afgelopen 3,5 jaar... gedreigd dat hij wel uit de NATO zou willen. Tot onze doodschrik. Dit fundament van het Westen, de staat van het Westen, zou natuurlijk in feite in elkaar storten als Amerika vertrekt. Want iedereen weet, dat is ook zoiets geks, dames en heren, dat wij altijd spullen kopen van de Amerikanen.
voor enorme bedragen die alleen kunnen functioneren als de Amerikanen de het logistieke raamwerk leveren. Weet u nog dat Frankrijk en Engeland dat die Libië gingen bombarderen? Kunt u zich dat nog herinneren? Ook zo'n magistrale actie. He, ook met zulke fantastische gevolgen. Want u weet, u leest elke dag in de krant wat een sympathiek democratisch land Libië ondertussen geworden is. Waar de vrijheid hoog in het vaandel staat. Waar vrouwen gelijke rechten hebben gekregen. Het is ongelooflijk. Ja, u zit te kijken alsof u denkt, dat herinner ik me helemaal niet dat het zo is. Dat klopt. Het is één grote bloederige chaos geworden. Gaddafi was altijd nog beter dan wat het nu is. Dat is ook zo'n illusie die wij altijd hebben. Je interveneert en dan wordt het allemaal zoals Denemarken is. Sowieso natuurlijk een beetje een, dat je wel eens denkt, nou, Denemarken liever toch maar niet. Hè? Ja, dat zei Nelly Smit-Kroes, zei altijd, als we dat de hoge snelheidslijn niet aanlegden, dan zou Nederland één groot Jutland worden. Ik dacht vaak, nou, dat is zo gek nog niet, toch? He, bovendien hebben we al een Jutland, maar namelijk Drenthe, Groningen, Friesland, dat is toch ook ons Jutland, of niet? Wie komt uit die provincies? Ja, ik kan nu niks meer zien. Dus. Niemand komt uit deze noordelijke provincies hier. Oh, wie van die komt uit Limburg? Ah, dan kan ik ook nog wel iets kwetsends zo. Ja, dat vind ik altijd leuk. U moest dus weten, als je op de televisie een provincie kwetst, hè, waarbij niemand begrijpt dat je dat lollig bedoeld hebt, dat het ironisch bedoeld is, dan krijgt de omroep krijgt brieven van de provinciale VVV dat dat schandelijk is. En dat de betrokkene die vreselijke dingen heeft gezegd over Drenthe, dat hij zijn excuses moet aanbieden. En dat hij moet melden dat hij in een Airbnb in Rolde heeft gezeten waar het heerlijk was. Waar hij geen enkel mechanisch geluid heeft gehoord in 3 weken. He, zoiets. Ja, dat is het gekke. Dat mensen dan beledigd reageren. Als ik zeg dat ze Limburg beter een België cadeau hadden kunnen doen. He, steekt er ook idioot uit, toch? Ja, vind ik tenminste. Ja, het is net een klompvoet. Ja. En u weet waarom we het nog hebben. Omdat natuurlijk bij in 1830, toen de Belgen zich hebben afgescheiden, toen is de commandant van de vesting Maastricht is niet omgegaan, zoals dat heette. Maar de meerderheid van de Limburgse bevolking wou veel liever met België mee. Wat toen overigens heel begrijpelijk en rationeel was, omdat natuurlijk Oost-België tegenwoordig 1 gigantische bruine ruïne, niet waar, namelijk Wallonië. Dat was toen natuurlijk het topindustriële gebied van West-Europa. Ja, toch leuk die feitjes. Of zegt u van nou, hou je nou maar bij de staat van het Westen. Dat willen we liever horen. Ja, wat nu? Moeten wij, is het al zover? Ja. Okay. Het is tijd voor een paar vragen zo dadelijk. Oké. Ja, wat nu? Moeten wij rouwig zijn? Omdat, stel je voor, ja, ik ga niet zeggen of Trump wint of verliest, dat gaat niet om, maar de discussie, want hoe moeten we verder met de NATO, wat in feite een militair bondgenootschap is zonder tegenstander, die zal gevoerd blijven worden. En bovendien zal onze de Amerikanen, want ook Obama heeft vaak genoeg gezegd, jullie kunnen best wat meer betalen dan je nu doet. Dus dat is niet door Trump uitgevonden. Alleen is Trump natuurlijk een hufter en een lompert en een man zonder enige vorm van beschaving, zodat het ook een beetje akelig opvalt. Ja, het is namelijk niet enigszins een slechte president alleen maar. Het is een onbeschrijfelijke ellendeling. Je moet maar eens lezen hoe hij zijn personeel behandelt. Daar kun je vaak aan zien. Hè? Denk aan de hele eindeloze reeks van faillissementen en onbetaalde rekeningen die deze ellendeling achter zich heeft gelaten. Maar goed. Wordt het ook niet toch een beetje tijd, dames en heren, dat Europa ook serieus gaat nadenken over zijn eigen veiligheid? Dat kunnen we dan insteken in die discussie over de vraag of we 2% moeten betalen. En dan wilt u natuurlijk tenslotte nog een antwoord op de vraag, wat is de staat van het Westen? Nou, ik moet u zeggen, ik vind dat Europa er heel erg aardig bij staat, al met al. Het is een beetje ten opzichte van wat je het vergelijkt, maar zelfs hoezeer we ook China misschien bewonderen,
het algemene welvaartspijn in China is niet veel hoger dan in Portugal. En de meeste personen hier zouden het lelijk tegenvallen als ze zouden in Portugal zouden moeten werken en leven. Want dat is een stuk minder dan dat in Nederland is, het geval is. Laat staan, u weet, er zijn prachtige lijstjes, daar zal ik het mee afsluiten. Er zijn prachtige lijstjes van de fijnste landen ter wereld waar het prettigste wonen is. Je hebt ook op heel mooie lijstjes places where it is good to be born in. Dat is ook zo'n lijstje. Al die lijstjes hebben ongeveer dezelfde samenstelling. Namelijk alle Scandinavische landen, Nederland, Zwitserland, Canada, Australië. Maar dan ben je daar wel zo'n beetje doorheen. Want ik denk Duitsland ook een geweldig land. Dat is ook niet hoger dan 12, 13, 14, Verenigde Staten, idem dito. De top 10, dat zijn eigenlijk allemaal kleine West-Europese landen. En dat is toch een opmerkelijke zaak. Daar horen wij ook toe. Nog een hele andere, ik vertelde u al natuurlijk over die neuro. Hè, wat een zegen het is dat we die kneuzen in Europa erbij hebben. Je zou ze zelfs stimuleren om kneus te blijven. Je moet er niet aan denken dat ze binnenkort kneuzen af zijn. Dan zitten we echt met een groot probleem. Maar dat zal niet zo vaak lopen. Maar het zijn de kleine landen die het meest profiteren van de Europese Unie. Niemand weet precies waarom dat zo is. Nou ja, Italië, Frankrijk, Spanje, allemaal landen met een relatief sterk verouderde sociaal-economische structuur die niet in staat blijken om serieus de zaken te hervormen, met alle gevolgen van dien. Ik heb ooit een documentaire gezien over het kadaster in Griekenland en ik moet zeggen, het is een van de meest komische documentaires die ik ooit gezien heb, maar dat je denkt, nee, als het kadaster er zo uitziet, dan weet je, daar kan niet veel van terechtkomen van dat land. Als dat zo'n totale komische wanorde is. Dus ja, wij doen het eigenlijk al met al helemaal niet slecht. De staat van het Westen, daar valt het eigenlijk wel mee. Ik meen dat vandaag het Sociaal Cultureel Planbureau zijn jaarlijkse studie presenteerde over het welbevinden van de Nederlandse bevolking. En wat zagen we daarin? Ondanks de coronacrisis zijn wij een diep tevreden land. En naar mijn idee is dat grotendeels terecht. Ik heb wel wat hier en daar wel wat aanmerkingen. Vooral voor de oudjes onder ons. Ik heb 4 maanden zonder rijbewijs gezeten. En volgens mij is het er nog een jamboel bij dat CBR. Ondanks Pechtold, hè, hoor je ook niks meer van eigenlijk. Nee, dat is zo'n grote jamboel. En ik heb ook wel eens, dat moet ik ook zeggen, daar zal ik het mee afsluiten. U weet, toen de DDR op de fles ging, 89 en daarna, dat alle bureaucraten van de DDR zijn op de trein gezet. Het was een afgesloten, gesloten trein, net als waar Lenin mee naar Petersburg gereden is in de tijd. En die zijn allemaal naar Nederland gebracht. En de ene helft van die bureaucraten is te werk gesteld in Hilversum en de andere helft op het ministerie van Onderwijs. Dat zal u niet verbazen, toch, neem ik aan. Hè? Dank u. En dat was de staat van het Westen. Ja, wie mag ik het woord geven om een eerste vraag te stellen? Ja, dat valt niet mee. Hè? Nee, dat valt niet mee. Je leest allerlei gelul over assertiviteit van de burgers en ongehoord Nederland. U heeft nou uw kans, het wordt ook nog gefilmd ook. Dus als u een beetje pittige, kritische vraag stelt, wordt u zo door Forum uitgenodigd om gratis lid te worden. Maarten, dan open ik met een vraag. Een van de actuele ontwikkelingen is natuurlijk wat er op Lesbos aan de hand is. Ik denk dat dat een soort toch wel een smet is op wat wij aan het doen zijn als Europa. Wat vind jij daarvan? Dat vind ik schandelijk. En dat is, iedereen weet hoe dat komt. En dat komt omdat de EU het niet eens kan worden over een gecoördineerd en behoorlijk en menswaardig immigratiebeleid. Dat is het hele probleem. En door daar natuurlijk van die afschuwelijke kampen, om die lui daar maar te laten zitten, dat zien zij ook als een zodanig gruwelijk voorbeeld, dat ze hopen dat andere mensen die denken we gaan naar Europa emigreren, er van afzien. Maar ook onze houding in deze zaak, die is natuurlijk van een treurigheid waar je niet van terug hebt. Gaat het om 30.000 mensen, als ik het wel heb, of nog niet eens? Nee, 13.000 in een kamp voor 4.000 mensen, dat was het toch?
Oké, nou goed. Het gaat dus om 13.000 mensen. Op een Europese bevolking van 504 miljoen minus 62 miljoen. Dus waar zitten we dan? 438 miljoen, hè? Als ik goed gerekend heb. Ja, ik moet Engeland er even aftrekken, hè? Terwijl ik elke dag denk, goh, ben blij dat ze opgesodemieterd zijn. He? Ja, ik ben heel lullig daarin. Ik ben altijd, ook nu weer, dit is toch ook weer een rotstreek van die Boris Johnson. Hij heeft een verdrag gesloten, daar heeft hij zijn handtekening onder gezet en dan moet het weer anders. He? Zijn gewoon boeven. De Tories zijn gewoon boeven. Oké, dus ja, ik vind het schandelijk. Ik vind dat het anders moet. Maar u begrijpt best waarom Rutte... Nou, ik begreep dat in de coalitie nu druk gebeld werd, zag ik op het... ergens staan, of ze het niet toch willen, want je hebt natuurlijk twee softe partijtjes in de coalitie, want u begrijpt dat natuurlijk het CDA, want ja, de Heer Jezus zou daar echt absoluut tegen zijn om die kinderen op te nemen, hè. Daar gaan we niet aan beginnen, het zijn allemaal moslimkindertjes, de pot kunnen ze op, hè. Dat gaan we niet doen, dus het CDA is tegen, dat begrijpt u. En de VVD is natuurlijk ook tegen. En iedereen begrijpt waarom die beide partijen tegen zijn. Omdat ze doodbang zijn. Volgend jaar hebben wij verkiezingen in Nederland in maart. En u weet dat er twee partijen zijn die natuurlijk flink op de trommel gaan slaan op het punt van immigratie. Het interessante zo is dat we in de hele coronacrisis helemaal nooit iets gehoord meer hebben van immigratie en van terrorisme. Dat vond ik zelf vrij opmerkelijk. Ik heb het gevoel dat ik al die terrorismecoördinators, dat ik die persoonlijk ken. He, ze waren vaak niet weg te denken met hun belangrijk code oranje. Wat was het ook alweer? Een terroristische aanval is zeer waarschijnlijk. Nou ja, al dat andere gelul. Bangmakerij door de overheid. Maar daar hebben we niks van gehoord. Maar dan gaat het natuurlijk volgend jaar in de verkiezingscampagne. Gaat het daar weer over? En er is gewoon een substantieel deel van Nederland. Wat helemaal niks heeft met welke vorm van immigratie dan ook. Wat ontzettend stom is, want als... Immigratie is onvermijdelijk in Nederland. Onvermijdelijk. Daar komt nog bij dat de boreale bevolking, om het maar even zo te noemen, de boreale bevolking zou uitsterven als er geen immigratie was. En daar komt dat we veel te weinig kinderen krijgen. Ik vind ook die Baudet, die heeft toch ook de persoonlijke verantwoordelijkheid om tenminste nu al 6 kinderen te hebben. He, terwijl die is niet eens getrouwd met zijn verloofde, de lulde behanger. Een slapjanus. Ja. Dat is ook niet zo moeilijk om ze te krijgen. Ik ben bereid om het te komen uitleggen. Hè? Als die het niet weet. Ja, dan moet je ook de consequenties van je woorden moet je ook wensen te aanvaarden natuurlijk. Want u weet dat het de geboortecijfer per relatie in Nederland is 1,7. Als u nou weet dat het vervangingscijfer is 2,2. Dus dan zit je dik onder de vervanging. Dat de Nederlandse bevolking nog groeit heeft te maken met immigratie. En voornamelijk met arbeidsimmigratie. He, het zijn arbeidsmigranten, onder andere Polen, maar allerlei lui. He. Ja, ik geloof dat is Veldhoven, dat is ook Brabant. He. Ja, een plaats van licht in Brabant. En want ik noem dat niet omdat ze daar drugs maken, maar omdat ze daar die machines maken, die chipsmachines. En er was een hele leuke documentaire over ASML. En je zag die machines en je weet wel, die lui hebben allemaal van die pakken aan met dat nog. Een haartje is al genoeg om zo'n machine naar de kloten te helpen, zou ik maar zeggen. En de documentaire eindigde in de kantine van ASML. En daar rustte de camera op en men wachtte 30 seconden om het te laten inzinken. Want je zag eigenlijk direct dat slechts de helft van de bezoekers en de kroketeters bestond uit boreale mensen. De hele andere helft was bruin. Lichtbruin, donkerbruin, geel, scheve ogen, geen scheve ogen. Het was van alles en nog wat. Het was een multiculturele import zoals je niet voor mogelijk hield. Waarop tenslotte de directeur van ASML zei, ja, u ziet het zeker wel. Dat is allemaal import van intellect. En die machines van ons, die kunnen helemaal niet ontworpen en gebouwd worden. Als wij niet op grote schaal intellect importeren in Nederland. En dan moet u weten dat vanwege Geert Wilders, dat zei hij niet, maar dat bedoelde hij wel. Vanwege Geert moeten we voor elke werknemer moeizaam een arbeidsvergunning aanvragen. Als je dus van buiten de EU komt. Want zo'n man telt als voor Geert is het gewoon een immigrant. Weer zo'n bruine man erbij. Ik zwijg nog van Thierry. Die ons laatst ook weer uit heeft gelegd in zijn sportje.
dat zo'n gouden eeuw alleen door witte mensen gemaakt kan worden. He, dat zijn wij zelf. En hoe meer bruin we erbij mengen, hoe minder het steeds zal worden. He. Ik zwijg dan nog van Brabant. Als je daar ook nog bruin bij mengt, dan... nou ja, kunnen we beter terug naar het terrein van de oude republiek. Bij wijze van spreken. Ja, dat is de reden. Weet je een antwoord op uw vraag? Ja, ik vind het schandelijk. Ik vind het beschamend. Ik ben er 100% tegen. Ik ben voor een goed georganiseerd EU-migratiebeleid. Maar u weet waarom dat onbespreekbaar is. Omdat natuurlijk alle Oost-Europese landen die erin zitten, die zijn ook allemaal van de boreale mens gebeten. He? En in Nederland zie je dat de twee conservatieve partijen zo bang zijn voor stemmenverlies aan de rechterkant. He, dat gaan ze niet doen. Denk aan al dat tromgeroffel wat Rutte in Brussel heeft opgevoerd om in volgend jaar duidelijk te kunnen maken. Nou, ik heb het ze wel moeilijk gemaakt. He. Ik heb het ze wel lastig gemaakt. En om geen stemmen te verliezen aan Geert en Thierry, heeft hij ons politiek krediet in Europa te grabbel gegooid. Omdat Wopke en Mark in niet snel genoeg in het snotje hadden dat de Duitsers niet achter ons zouden staan. En dat Merkel van plan was om een enorme doorbraak in feite te realiseren door te zeggen dat de EU als EU geld mag lenen. Wat een totaal ander beleid is dan ze de tijd in de kredietcrisis heeft gevoerd. En je weet wat dan, hè, het werd ook in de Kamer weer gezegd van geen geld naar, nou, u weet het. Wij verdienen dik geld aan het feit van de kneusjes. Hè. Nogmaals, we zouden blij moeten zijn dat we de kneuzen mogen subsidiëren. De kneus is een verdienmodel. Ja, dat wordt nooit uitgelegd, zulke dingen. Goed, nou, nu heeft u ondertussen een vraag bedacht natuurlijk. Oké, achterin. Oh. Wat kan de EU ondernemen om toch beter een oplossing te vinden voor die immigratieprobleem? Nou, ik zou het niet weten wat. Iedereen weet wat de oplossingen zijn. Alleen, er is zoveel tegenwind bij die oplossingen. Ook in een enorm fatsoenlijk land als Nederland. Waar iedereen die er ooit over na heeft gedacht of er iets over heeft gelezen, weet dat we zonder arbeidsmigranten helemaal niet kunnen functioneren. Als wij ook al dwars liggen, wat dacht u van Polen? Of van Slovenië, of van Slowakije, of nou ja, daar hebben ze dan nu een min of meer net de president gekozen. Of van zo'n land als Hongarije, wat dacht u daarvan? Dat zijn partijen die, en u weet, voor essentiële vraagstukken geldt unanimiteit in de Raad. Dus ja, daar zit je met de gebakken peren. Dat geldt ook, we hebben een gezamenlijke douane, we hebben een grenspolitie voor de EU, alleen functioneert voor geen meter. Om de eenvoudige reden dat het wordt niet gefinancierd, omdat iedereen vindt dat hij het zelf moet doen. Dat is het. We hebben dat natuurlijk in feite in de coronacrisis ook gehad. Dat natuurlijk door de coronacrisis Europa een soort van lappendeken is geworden van verschillende anti-corona-maatregelen. Dat had natuurlijk ook veel beter gezamenlijk gecoördineerd kunnen worden. Dan kun je altijd nog besluiten dat je voor de echte brandhaarden, dat je daar een iets ander beleid voor voert. Dus ik heb geen oplossing, ik heb geen idee. Nee, dat is in feite het noodlot van de Europese Unie. Dan zul je dus eerst de unanimiteitsregel voor wezenlijke vraagstukken moeten opdoeken. Dan zou je misschien iets kunnen realiseren. En u weet, nou, in Nederland is zeker ook in de Kamer een uitgesproken anti-EU standpunt. Daar scoor je mee in Nederland. Wat volkomen onbegrijpelijk is. Totaal onbegrijpelijk. Oké, dankjewel. We hebben hier een social media coördinator. En die heeft ook een vraag gefilterd. Ja, een van de kijkers via Twitter, Juri, vraagt: wat betekent Biden voor de staat van het Westen? Gaat er iets door hem veranderen? Nee. Nee, het is natuurlijk diep treurig dat de Verenigde Staten nu per 3 november de keuze hebben tussen twee minder valide bejaarden. Geestelijk minder valide bejaarden. Nee. Het probleem is dat de sterke kandidaten die er wel waren aan de democratische kant toch een beetje linksig waren voor Amerikaanse begrippen. Denk aan mevrouw Warren of desnoods aan die rare bejaarde Sinterklaas. Ja, hoe heet die?
Ja, precies, Sanders. Die 2 jaar ouder is dan ik, dan begin je natuurlijk wel. Hoe zou u het vinden als u morgen de krant las dat ik door een zonderling falen van Rutte aangezocht was om tijdelijk het land te leiden? Dan zou u toch ook denken, nou, misschien nog niet zo geschikt, hè? Ik zou nog wel gouverneur van Limburg kunnen worden natuurlijk. Ja, dat merkt niemand. Zeg. Ja, nee, laat ik het uitleggen. Ten eerste vind ik Biden niet een bijzonder sterke kandidaat, dat is punt 1. Punt 2, hij is natuurlijk alleen de kandidaat geworden omdat een meerderheid van de democratische kiezers in de diverse staten van de voorverkiezingen van mening waren, ik denk grotendeels terecht, dat de sterke democratische kandidaten onverkiesbaar zouden zijn. Kijk, Biden wordt al weggezet als een gevaarlijke anarchist en socialist. Moet je je voorstellen wat Trump had kunnen doen met een wat linksere kandidaat. Dus ik begrijp wel dat hij het geworden is. Maar het is natuurlijk wat triest. Hij is ook een jaar ouder dan ik. Hè? Ja, dat is bij mij de maat van alle dingen. Hè? Ben je jonger dan ik? Nou ja, dan zeg ik allee, dat moet kunnen. Het moet niet overdreven worden, maar het moet kunnen. Maar ben je ouder dan ik, dan ben ik echt geneigd om te denken, joh, hè, ga nou gewoon lezing in Tilburg houden. Dat is ruim voldoende, hè, om je een beetje op de been te houden. En daar komt bij natuurlijk dat het is maar zeer de vraag of de Senaat in democratische handen zal geraken. Dat is een beetje op dit moment een beetje kantje boord. Als Biden een landslide overwinning behaalt, laten we zeggen van landelijk 7% meer dan Trump, dan zou het kunnen. Dat is een goede kans. Maar zelfs als dat gebeurt, dan is dus het hele congres in democratische handen, want ik denk dat het huis wel democratisch zal blijven, zit je met een hoger rechtshof, wat door allerlei machinaties van de Republikeinen nu een niet te schokken een meerderheid van conservatieve rechters heeft. Bovendien mevrouw Ginsburg, op zichzelf een bijzondere aardige en intelligente en doorzetterige, zeer hoogbejaarde vrouw. Ik geloof dat ze nu 91 is of zo. Ze belt regelmatig met de Engelse koningin hoe het is om iets te vertellen hebben als je boven de 90 bent. Ja, de Engelse koningin gaat door tot boven de 100, is mijn schatting. En je weet dat haar moeder is ook 101 geworden. Dus Vera Lynn is ook 105 geworden. Dus ja, als je ooit dat lied hebt gezongen, ik zing het elke avond, We'll meet again, dan word je over de 100. Dus dan zit je nog met het Hoge Rechtshof en dan zit je natuurlijk nog met een reeks van staten die republikeinse gouverneurs hebben en die wel zullen houden ook. He, kijkt u maar een beetje op de kaartjes blauw, dat is democratisch, rood is republikeins, het hele Middenwesten. En het overgrote deel van het zuiden is gewoon rock solid republikeins. Dus nee, het grote keerpunt wat naar mijn idee wel een keer zal komen in Amerika. Hè, ze zijn nu in feite, worden ze al sinds, nou het is maar net wat u wilt als jaartal 1980 of 1994, het maakt me niet zoveel uit, wordt het land geteisterd door een buitengewoon efficiënte en meedogenloze minderheid die weet dat zij een minderheid is en dat als ze de teugels laten vieren dat de meerderheid het woord vertellen krijgt. En die minderheid is natuurlijk de Republikeinse Partij. De Republikeinen zijn veruit in de minderheid in alle denkbare opzichten. Vergeet niet dat Hillary gewoon de verkiezingen had gewonnen. Alleen door een totaal krankjorum verkiezingssysteem. Ja, met dat woord krankjorum moet ik ook oppassen. Ik heb laatst gezegd dat het Oude Testament krankjorum was. Nou, dat heb ik geweten. Hè? Dat heb ik geweten. Ik kreeg zelfs een boze brief dat de Heer zich ongetwijfeld tegen mij zou keren. Ja, dan schrik je ook de takken natuurlijk. Hè. Denk je, wat gaat dat voor gevolgen krijgen? Ja, als ze dat maar zo kunnen zeggen. Ja, en dat hij met mij geen medelijden zou hebben. Van een oudere dame vond ik ook wel een beetje opmerkelijk. Ik denk, zou ik hem doorsturen naar het CDA-bestuur? Met eronder in een rood, jullie zijn nog erger. Dat heb ik ook maar niet gedaan. Dus ja, krankjorum, dat kun je toch eigenlijk wel zeggen. Het is een idioot systeem. En ook nu is het zo, als het heel dicht bij elkaar zou liggen, dan kan het weer spannend worden in het electoraal college. En dan komt natuurlijk, als het heel dicht bij elkaar ligt, komt er nog iets bij. Dat is het postale stemmen. Dus als het zo om
ongeveer gelijk staat, zal Trump zeker beginnen met te zeuren over die postale stemmen. Die moeten dan allemaal herteld worden. Ik word steeds uitgenodigd voor verkiezingsnacht. En ik heb nu al meerdere malen gezegd, ja, dan kun je wel houden, lollig zo'n verkiezingsnacht, maar het is maar zeer de vraag of we voor kerstmis weten wie het gewonnen heeft. Als Trump echt lullig gaat doen. Weet u nog het jaar 2000? Met die hanging chats en zo. Nou, dat heeft geduurd tot begin december, toen het Supreme Court geheel tegen alle constitutionele beginselen in heeft beweerd dat het maar moest stoppen, het hertellen. Maar goed, Gore zich toen neergelegd, omdat het een nette man is. Ja, en bovendien maakte hij zich zorgen over de klimaatverandering natuurlijk. En daar heb ik het helemaal niet over gehad, maar dat is ook voor de staat van het Westen misschien ook niet direct relevant. Ik geloof dat wij wel, ja, ik moet er natuurlijk iets over zeggen. Dat is ook zo'n verwijt wat je altijd krijgt. Ja, heeft u de even, heeft u zus gedaan en zo gedaan. U heeft niks gezegd over het klimaatprobleem. Ja, er is een klimaatprobleem. Ik denk dat dat wel oplosbaar is. Dat vraagt tijd. Zulke dingen vragen altijd tijd. Technologisch kunnen we het oplossen. Dus de temperatuur zal wel enigszins stijgen. Misschien minder dan veel mensen nu verwachten. Maar het zal toch enigszins stijgen, zonder meer. En dat zal vervelende consequenties hebben. Al moet ik u zeggen dat tot nu toe de stijging van de temperatuur gewoon voor bejaarden eigenlijk wel een genoegen was. Omdat de winters zo mild geworden zijn, dat zelfs ik ze wel op prijs stel. Ik vond voor een vorst, dat vond ik het ergste wat er was. Nou, heeft het eigenlijk dit jaar wel één dag gevroren of niet? Eigenlijk niet, hè? U moet zich realiseren dat als de Elfstedentocht weer wordt aangekondigd, dat ik dan enkele weken het land zal verlaten. Misschien dat ik naar Mali ga, ik weet het nog niet helemaal zeker, maar zoiets moet het wel worden, denk ik. Ja, was dit een voldoende antwoord? Ik ben nou even vergeten wat de vraag was, maar... Oké, ik denk dat we toe zijn aan een allerlaatste vraag. Ah. Wie mag ik die eer geven? Oké. Ik vraag me af wat u denkt over Libanon. Wat is nou eigenlijk de oplossing om daar een stukje stabiliteit te krijgen? Omdat het zo ingewikkeld en ook historisch gezien heel veel aspecten heeft, denk ik. Ja, ik heb geen flauw idee. Het is een land wat verscheurd wordt door religieuze tegenstellingen, door sociale tegenstellingen, door historische tegenstellingen. Het probleem is ontstaan, zoals u weet, bij het in elkaar storten van het Ottomaanse Rijk na de Eerste Wereldoorlog. En toen hebben Frankrijk en Engeland, niet waar, twee wat oudere heren, Sykes en Picot geheten, die hebben het Midden-Oosten opgeknipt. Ze hadden een passertje en een lineaaltje bij zich. En zoals u weet, als u even naar de grenzen kijkt, dan weet u hoe het ongeveer loopt. En omdat ze religieus niet precies begrepen hoe de Libanon in elkaar zat, hebben ze de Libanon toen, en Frankrijk had het daarover te vertellen, Syrië en de Libanon, dat zijn oorspronkelijk Franse mandaatgebieden. En kun je nu, en Macron is nu steeds met zo'n masker in Beirut om te zeggen hoe het allemaal moet. Ze zeggen, zorg nou eerst dat de boel thuis een beetje op orde is, voordat je met de Libanon gaat bemoeien, wat je toch niet lukt. Maar goed, hij heeft dat denkt, dat is heel gek, maar ik word nooit gebeld door die lui. Nooit. Ik weet alles beter. Zij zitten ze ooit aan de telefoon? Never. Helemaal never. Ik ben Rutte was tegengekomen in de stationshal in Utrecht. Hij groette beleefd. En ik zei dan, wacht even. Kan ik even uitleggen wat je doen moet? Nee. Hij snelde door met opgerolde mouwen. Ik heb geen idee. Ik geloof dat ze zelf ook geen idee hebben. Dat is toch een beetje mijn indruk van de situatie. Ja, natuurlijk zoals bekend een voorkomen dysfunctionele bureaucratie. Een elite die de boel bij elkaar steelt. Dat is overigens natuurlijk niet speciaal voor de Libanon. Alle elites buiten West-Europa stelen als de raven. Ja, dat is ook een ander probleem. Belastingheffing. We zouden natuurlijk ook de belasting in de EU zouden moeten harmoniseren. Omdat je nu gewoon over de Belgische grens kunt gaan wonen. Dus je rijdt door Brabant heen en dan meteen ook. Ik heb wel eens in zo'n Nederlandse dorp een lezing gegeven. Dat lag onder Eindhoven naar beneden en dan gewoon 1 kilometer over de grens. En dat is een soort villa-park waar je in ieder geval terug hebt. Ik geef toe, het geeft geen zak met de Libanon te maken, maar toch, ik zeg het toch maar even.
ja, ik weet toch uw probleem toch niet op te lossen. Ik moet u zeggen, vaak stellen mensen mij dat soort vragen. Wat zou u doen om de wereldvrede nabij te brengen? Wat zou u doen om mensen bewust te maken van... Ik heb geen flauw idee. Dit is een historische proces. Sommige problemen die lossen zichzelf op. Sommige problemen verdwijnen zonder dat je er iets van merkt eigenlijk. Neem dat grote waldsterven. Herinnert u zich dat nog? Nou, dat was ook wat ze. Dat ik keek elke dag naar de bomen in het Wilhelminapark. Ik denk, nou, ze staan er nog, maar dat zal niet lang duren vanwege het grote waldsterven. En toen bleek dat toch op een of andere manier een heel verkeerde analyse te zijn. Er waren geloof ik wel een paar bomen doodgegaan. Niet waar, in de benedenminse gebieden van de Poolse kolenmijnen. Maar dat was het dan ook wel zo'n beetje. Want die bomen in het Wilhelminapark, die staan er nog steeds. Zij dat de gemeente een grote liefhebberij erin heeft om de mooiste bomen om te zagen, dat wel. Maar verder staan ze er nog. Dat is grote waldsterven. Heb ik jaren over getopt. Hè? Dat ik s'nachts wakker werd, dacht van... Jezus, een wereld zonder bomen, waar moet het heen? Tot kort geleden kan ik u trouwens warm aanbevelen. Een geweldig weekblad, het Britse Economist. Het is rechts, zo waarschijnlijk dan u bent, denk ik zo, en dan ik ben. Maar dat is juist erg aardig, omdat je ze ook dom... Op sommige punten, niet waar, bieden ze eerst de hele tijd weerstand... en dan ineens gaan ze om en dan zijn ze ook klimaat... Voor de bestrijding van de klimaatverandering. En daar stond een fantastisch stuk in. En ik wist dat natuurlijk helemaal niet. Terwijl de bossen in de derde wereld een hoog tempo verdwijnen. Is het bos in Europa in de afgelopen 50 jaar zeer aanzienlijk toegenomen in areaal. Dat wist u vast niet, hè? Nee, daar kijk je toch van op. He, u kunt ook dat boek lezen van die man die, hoe heet dat nou... Hoe die cijfers in de wereld in werkelijkheid in elkaar zitten. Wat? Ja, uit Zweden. Die dat samen met zijn kinderen heeft dat... Ik heb net gelezen, maar u ziet eraan dat ik ook de jongste niet meer ben. Dus ik weet de titel niet precies meer. U weet het ook niet meer. Nee, dat doet me maar genoegen. U bent wel jonger dan ik? Dat is ook, dat moet haast wel. Hoe oud bent u? 75. Nou, het scheelt niet veel. Dat scheelt niet veel, maar dat zijn wel de moeilijke jaren, toch? Ja, ja. Je merkt het overal aan. Lomberg, was dat het? Nee, ik weet het niet meer. Zoek het even op Wikipedia. Een boek wat je uitlegt dat het in de wereld veel beter gaat dan u eigenlijk denkt dat het gaat. En nou goed, misschien moet ik daarmee afsluiten. Hoe vaak heb ik niet al bij lezingen gezegd... Het kan zijn dat u zich bedrukt voelt door de wereld. U slaat de krant open, kijkt naar het journaal. Het is niets dan ellende. Het is werkelijk verschrikkelijk gewoon. U denkt, hoe is het mogelijk? Nou, een beetje van, we leven in onzekere tijden. En dan kan ik u maar één tip geven. Kijk 3 maanden niet naar het nieuws. Lees 3 maanden niet het nieuws in de krant, maar u slaat hem gewoon om bij de NRC meteen naar de achterkant toe. En dan heeft u nergens last van. He, dat scheelt enorm. Er staan fokken en sukken staan. En ja, soms begrijp ik ze niet en soms weer wel. Maar goed nieuws is geen nieuws. Dus daar hoor je eigenlijk niks over. He, of althans vrijwel niks. Het is maar zelden dat het journaal zegt... dames en heren, we beginnen vandaag met een optimistisch bericht. De NS heeft erin geslaagd om alle tijden vandaag op tijd te laten rijden. Nou ja, u zou flauw vallen van de schrik als dat het geval was. He? En zo kan ik nog wel, of ze openen met... Er is in de Libanon een breed akkoord gesloten. En ze zetten de schouders eronder. Nou, ze hebben nog eens gekeken of er nog wat ontplofbaar materiaal lag. Ja, je kunt je ook boos maken over de Libanon. He? En over dat ammoniumnitraat wat er lag. Wat was het? 2,5 ton geloof ik, als ik het wel heb. Wat een forse hoeveelheid is. Maar ik wijs er toch even op dat er midden in een woonwijk in Enschede 16 ton vuurwerk lag. He? Ja, was ook niemand opgevallen. En nou, je weet, ja, kan iets gebeuren. Laat een peukje vallen. He? Was ook in ook een van die grote vuren in Californië. Die, weet u hoe die begonnen is? Dat was een echtpaar wat een kind had gekregen. Leuk, heel leuk ventje kennelijk. En die schoten een beetje vuurwerk af en... Ondertussen zijn er, weet ik het, hoeveel miljoen hectare
natuurgebied is in de fik geraakt. Dus steek geen vuurwerk af. Ja, wie van u is voor een algeheel vuurwerkverbod met de oud en nieuw? Heb ik nog een leuke vraagje aan u. Ja, 1, 2. Dat is toch geen populair standpunt. U begrijpt dat ik ook een warm voorstander daarvan ben. En dan zal ik nu toch mijn laatste zin uitspreken. U moet wel weten dat wij als jongetjes, en ik heb het hier over halverwege de jaren 50, waren wij nog vaak tot diep in februari bezig met karbietbussen. Want je kreeg gratis karbiet bij een timmerwinkeltje. En dan moest je een paar van die beschuitblikken hebben en dan moest je een gaatje in de onderkant maken. En dan deed je dat beetje karbiet in en dan moest je zo en dan komen die gassen vrij. En dan deed je een lucifer erbij. Nou, dan kreeg je al een dreun, zeg. Dat vonden wij geweldig. En daar werkte ik aan mee. Terwijl ik toen al even intelligent was als nu. Nou, sterker nog, ik was toen nog intelligenter dan ik nu ben. Want ik begin natuurlijk een beetje af te takelen in het hoofd. Dus dan denk ik bij mezelf, ja, het is voor de jongelui wel een slag dat ze dachten, ze gaan niet mogen knallen, hè. Wat zou mensen toch bezielen? Ik weet niet meer wat mij bezield heeft. Dat het zo fijn is om een hele dag knallen te veroorzaken. Herkent u dat verhaal van die chimpansees? Ja. Sorry, dit is de laatste zin. U heeft allemaal wel gehoord van Jane Goodall, die de chimpansee-studies heeft opgestart in de tijd. En die zo'n grote groep van chimpansees daar in Rwanda langdurig bestudeerd heeft. En in die groep van chimpansees was een klein maal praktisch volwassen mannetje, wat maar niet mee wilde komen. En nou ja, hij was dan in de chimpansee-pikorde, was hij de allerlaagste in de pikorde. Als ze boos waren, gaven ze hem een schop. He, zo dat werkt, u kent die patronen wel. En toen op een goede dag vond dit jeugdige chimpansee-mannetje, die vond een van die lege voedselblikken die Jane Goodall daar in haar tent had opgestapeld. Dus hij zit een beetje met dat blik te klooien, hij slaat erop een trom. En hij rent met dat blik door de omgeving en de hele dag trommelde hij. Hij rees in de pikorde tot hij, nou ik weet niet, dat hij is niet de baas geworden, dat zijn altijd oudere wijfjes, maar goed georganiseerd bij die chimpansees, net als bij olifanten trouwens. Maar je ziet wel dat je dus door lawaai te veroorzaken, als je weer zo'n auto voorbij hoort komen, zo'n golfje weet u wel, met zo'n reuze geluidsinstallatie erin, waarbij de hele auto op en neer bonkt van het lawaai. Dat je denkt, pas op voor gehoorschade. Maar dit is om lawaai te maken, om op te vallen. Wij zijn ook niet veel meer dan chimpansees met een HEMA-hemdje aan. Dank u wel. Dank u wel, Maarten van Rossum. We hopen dat we volgend jaar weer eens van uw gezicht gebruik mogen maken. Dan beloven we 4 keer zoveel mensen in de zaal. En 4 keer zoveel mensen online. Dat komt. Ja, maar. Ik vroeg aan mijn broer, die woont op het plek nog. Hoe gaat het in de coronatijd? Ja, zei hij, wij zijn altijd in quarantaine.